Zo, ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Dankjewel. Zo. Zo, goedemorgen wederom iedereen. En ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer De Pla. Meneer De Pla, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij onderzoeken het hele stelsel van coöperaties, opzet en werking daarvan. Incidenten die daar plaatsvonden, bekijken wij dus ook. Want we willen weten wat er allemaal gebeurde, hoe dat kon gebeuren en wie verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren we ons op de controlefunctie van de Tweede Kamer, op de regering, waar het de sociale volkshuisvesting betreft. Tja, in dat verband, meneer De Pla, bent u zelf opgeroepen als getuige. Dit openbaar verhoor vindt plaats onder ede. U wil de belofte afleggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt gaan staan. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer De Pla. Neemt u plaats. Dank u wel. De microfoon kan aanblijven. Wij gaan fris van start. En het woord is aan collega Mulder. Ja, dank, voorzitter. Meneer De Pla, klopt het dat u bijna 10 jaar Kamerlid was in de periode tot 2010, met een korte onderbreking in de periode 2002? Ja, klopt. En u was lid van de Partij van de Arbeid-fractie? Ja. En vanaf 2003 was u woordvoerder wonen? Ja. De commissie heeft vragen aan u over uw rol als Kamerlid bij de totstandkoming van beleid en regelgeving voor de corporatiesector en over de wijze waarop opeenvolgende bewindspersonen invulling gaven aan dit beleid. Zoals gezegd, u was sinds 2003... voor de Partij van de Arbeid-fractie woordvoerder wonen. U was opvolger van de vorige woordvoerder, de heer Duivenstein. Hoe bent u zo woordvoerder wonen geworden bij de Partij van de Arbeid-fractie? Nou, dat is natuurlijk wel bijzonder, want de heer Duivenstein is natuurlijk een hele gerenommeerde en bijzondere Kamerlid, zowel voor de inhoud als voor de effectiviteit van zijn handelen. Maar wij hadden, u zegt niet voor niks, we zijn met onderbreking heb ik in de Kamer gezeten, want de Partij van de Arbeid had nogal klop gekregen in 2002... En een van de belangrijke punten die toen aan de orde was, was meer dat we in een hele hoop wijken waar onze traditionele achterban zat, een hele hoop mensen het vertrouwen in de politiek hadden verloren, omdat ze zoiets hadden van, er wordt een hoop gedaan, maar niet aan onze prettige leefomgeving en dat wij ook mee mogen doen. En vanuit onze wethouders werd heel erg aangegeven dat die woningbouwcoöperaties een belangrijke partij waren om dat vraagstuk in die buurten op te lossen, want we hadden tenslotte de grootste huisbaas in die buurten. En in die tijd was er nogal, goed dat het voortkomt uit de nood aan mensen wensen wonen, van de heer Remkes was er, waar Adrie Duivenstein ook een vooraanstaande rol had gespeeld, was er nogal een conflictueuze relatie tussen de woningbouwcoöperaties en Adrie Duivenstein, omdat die eigenlijk vond dat coöperaties maar betuttelende instituten waren en dat er veel meer zeggenschap van bewoners moest komen. Nou, en op zichzelf was dat een hele iets waar ik ook al die tijd druk over heb gemaakt. Ja. Maar men wilde in die zin een nieuwe start maken om het verleden weer achter te laten en een nieuwe start aan die wijken te beginnen. En heeft uw voorganger, de heer Duivenstein, nog iets aan u meegegeven? Nou, niet specifiek wat ik me herinner, behalve dat hij was, ik heb het vak, de eerste anderhalf jaar dat ik in de Kamer zit, was hij woordvoerder ruimtelijke ordening en ik ook. Mm-hmm. Dus ik heb toch een beetje het handwerk van de heer Duivenstein geleerd. En dat zal ook later in het gesprek ook naar voren komen, dat als je ook al zit je in de oppositie, dat wil niet zeggen dat je alleen maar moet tellen dat je geen 75 zetels hebt en dat dat het enige argument is waarom je het niet voor elkaar krijgt. Maar als je het een beetje slim aanpakt, kan je langzaam maar zeker draagvlak opbouwen om dingen voor elkaar te krijgen, ook al heb je geen 75 zetels. We gaan eens kijken hoe slim u het heeft aangepakt. Nou, het effect is niet helemaal, als het heel effectief was geweest en ik was een geweldig succes gemaakt, dan hadden we hier niet gezeten, maar ik heb mijn best gedaan.
Ja, ik bedoel, als ik effectief was geweest, ja, nee, als ik als Kamerlid mijn werk had gedaan, tenminste effectief genoeg was geweest, want dat is natuurlijk je vak. Het gaat er niet om of ik alleen maar tel en zeg van ja, ik heb geen 75, maar het gaat erom, ons vak is, en dat is nu ook, u heeft opvatting over iets moet en hoe iets beter gaat, en dan probeer je daar meerderheden voor te krijgen. En je succesvolheid wordt afgemeten in het feit of dat gelukt is. En niet meer en niet minder, je kan niet achter verkiezingen verschuilen. En een hoop van die ideeën die ik had, die loopt het opgebouwd, zijn deels die in de loop van de jaren ingeïmplementeerd, maar een deel ook niet. En nu zag de wet die vorige week naar de Kamer wordt gestuurd, staat bijvoorbeeld dat de minister raden van commissarissen naar huis mag sturen. Nou, dat was een van de dingen die wij, mensen die we graag geloof in de tijd, in het zelfs hadden willen ingebouwd. Nou, dat heeft dan toch even geduurd tussen het moment dat wij dat inbrachten en dat het zover is. En dan kan je jezelf verwijten dat je niet effectief genoeg bent geweest, omdat dat, want het feit dat het 8 jaar tussen zat, zegt toch wel iets over je effectiviteit van je handelen. Eigenlijk trekt u, zegt u, dat u uzelf iets kan verwijten. Ja, kijk, als je ziet, wij waren in die tijd ontzettend, opgewonden, in ieder geval boos ook een beetje. Want kijk, je moet eens bedenken, heel veel mensen die bij corporaties huurden, waar het prima ging, was natuurlijk prima. Maar op plekken waar het niet goed ging. Wonen is niet zomaar iets. Hè. Wonen is iets wat, is niet zomaar dat je een brood bij de bakker koopt, maar dat is natuurlijk gewoon je primaire levensbehoefte. Om dat in een goed huis te doen, maar ook in een prettige omgeving. Want je moet de kost geven als je in een buurt woont waar de terreur op straat leeft en waar de leefbaarheid heel slecht is. En als dan mensen die in die buurt zitten bij de politiek aankloppen en dan zeggen, ja, we gaan er niet over. En dan bij een corporatie aankloppen en zeggen van ja, het is hele corporaties, als ze daarbij aankloppen, ging het prima. Maar als het niet prima ging, was niemand die daar iets mee kon. Dat was in die tijd speelde zowel bij de wijken als bij de woningnood en de woningbouwproductie. Dat was voor ons de reden. Die prestaties waren onvoldoende. Wij mochten alleen maar over de gemiddelde praten. Nou, dat schoot natuurlijk niet op in Den Haag. Dus dat is natuurlijk toch een beetje je drijfveer. Daar waren wij voor, om dat te veranderen. En we komen er zo. We beginnen eerst dus bij het begin. U had het al over de positie van de huurders. U dient een motie in om de nadruk bij de herziening van het BBSH, zeg maar de grondwet voor de corporaties, vooral te leggen op vergroting van niet vrijblijvende zeggenschap van bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeenten over de prestaties van woningcorporaties. De motie is uiteindelijk vervallen, maar geeft dit in de kern uw visie weer op de corporatiesector? Ja, mijn stelling is dat het gaat pas werken als gemeenten, woningbouwcorporaties en huurders tot elkaar veroordeeld zijn. Niet de ene moet de baas zijn van de ander, maar met z'n drieën. Zijn dat de driehoek waarbinnen de voortgezette prestaties tot wasdom moeten komen. En dat vindt u ook wat vindt u dan de publieke taak van woningcorporaties? Nou ja, ik heb wat twee dingen. Aan de ene kant zorgen voor woningen voor mensen die sociaal of financieel niet in staat zijn zelfstandig op de woningmarkt te redden. En ik bedoel met name ook sociaal, want in die tijd hebben we ook hele discussies gehad over taakveld, dak- en thuislozen en dat soort bijzondere doelgroepen. Of dat wel of niet door de corporatie gedaan mag worden. Dat wordt natuurlijk alleen maar actueler nu de groep nu op een andere manier over zorg denken en steeds meer extra moderniseren. En het tweede ging gewoon, dat mensen hebben gewoon recht op ongestoord woongenot. En corporaties moeten weer terug naar een oorspronkelijk idee van dat ze een bijdrage leveren aan de... Het was een onderdeel van de sociale beweging ooit, die woningbouwcoöperaties. Dat ze weer een bijdrage leveren aan de emancipatie van mensen. Emancipatie van de mensen, daar moet de corporatie... Ja, wonen is daar, kijk, we moeten niet... de corporatie is ooit opgericht door verlichte ondernemers, door de kerk of de vakbonden, ruim 100 jaar geleden. En dat was heel erg een sociale emancipatiebeweging, want toen was het gewoon het hebben van fatsoenlijke huisvesting was een voorwaarde om te kunnen werken en te kunnen functioneren. En dat heeft hele belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van mensen. En natuurlijk, nu is dat een hele andere manier, maar ook woningbouwcorporaties hebben wel degelijk daar een rol in. Mensen die daar thuisloos zijn, mensen die in bepaalde wijken wonen, waar als je in de cijfers ziet, daar gemiddeld de achterstand en de werkloosheid en ook kinderen veel minder kansen hebben. Dan heb je als huisbaas samen met de gemeente en de bewoners, heb je daar vind ik een verantwoordelijkheid voor om dat mee voor elkaar te krijgen. Helder. Duidelijk hoe u tegen de corporaties aankijkt en hun taak. In 2003 is mevrouw Dekker minister van Vrom in het kabinet Balkenende 2, dat wordt gevormd door VVD, CDA en D66. En zij kondigt aan een nieuw arrangement tussen overheid en corporaties te ontwikkelen dat uiteindelijk zou moeten leiden tot een wijziging van dat zogeheten BBSH, het besluitbeheer sociale huursector. En de woningwet. In 2004 neemt u samen met CDA-Kamerlid de heer Van Bochhoven het initiatief tot een parlementair onderzoek, omdat, en zo omschrijft u het met de heer Van Bochhoven, bij alle partijen onduidelijkheid dan wel oneenigheid is over wat van corporaties verwacht wordt en wie daar op welke manier wat over te zeggen heeft.
Waarom neemt u als Kamerlid zo'n initiatief? Want minister Dekker had immers toch al maatregelen aangekondigd. Om twee redenen. De ene kant toch. De vraag waarom ik in de politiek ben gegaan, maar ik mij druk maakte over de prestaties van woningbouwcoöperaties. Want wat hadden wij elk jaar? Wij mochten de jaarverslag bespreken van het toezicht. En dan had je dus geaggregeerd de prestaties van, over wat coöperaties als sector in totaal presteerden. En ja, dan kon je heel erg over opwinden dat de woningbouwproductie achterbleef of dat de leefbaarheid onvoldoende aan gedaan werd. Maar je had volstrekt nul instrument om iets te doen. Want je kon alleen maar zeggen, minister, doe wat. En de minister had ook geen instrument. Die kon dan tegen de sector roepen, doe wat. Maar de coöperatie die het goed deed, die werden, voelde zich volstrekt, helaas ten onrechte, maar wel miskend en aangevallen door ons. Want die presteerden wel goed. En de coöperatie die het slecht deed, die konden zich achter het gemiddelde verschuilen. Dus dat was één drijfveer. Het tweede is gewoon politiek. Als je iets voor elkaar wil krijgen en je zit in de oppositie, dan moet je stapjes zetten om het maatschappelijk debat te beïnvloeden, het Kamerdebat. En ik kon wel zitten wachten totdat de minister het af had. En die had bepaalde opvattingen. En dan kon ik dan met motie en amendementen wat proberen. Maar dan krijg je meestal niet meer voor elkaar. Je moet zorgen dat er een beweging komt. Mm-hmm. En dan is een eerste stap, was een onderzoek gezamenlijk met de Kamer om ons voor te bereiden op de voorstellen van minister Dekker. Omdat in die tijd lag een CER-onderzoek, een WER-rapport. Nou, er was van alles gaande. Dus dat was een mooi argument om samen met Van Bok over te zeggen, laten we ons als Kamer ook eens voorbereiden en niet alleen maar afwachten tot er wat komt. Ja. Dus twee redenen. U wilde meer inzicht in de prestaties. En u wilde ook effectief zijn. Is dat wat u bedoelde met je moet als Kamerlid effectief zijn? Ja, en je moet proberen. Ja, je kan wachten, maar je kan ook proberen het. Zowel aan de voorkant, voordat de voorstel naar de Kamer komt, proberen bredere steun, zowel maatschappelijk als in de Kamer, te krijgen voor een bepaalde koers. Had u niet zoveel vertrouwen in wat minister Dekker zou leveren aan visie? Nou, het was niet helemaal onbekend. Dat wist ik toen nog niet helemaal. Maar de voorstellen rondom het huurbeleid, waar stonden wij dusdanig haaks op elkaar, dat ik daar nog niet meteen vanuit ging dat dit goed ging. En kijk, het was natuurlijk ook een kabinet met de VVD en die had één agenda. Dat was gewoon die sector kleiner maken. En als je zelf juist vanuit een andere drijfveer zit, dat die sector niet kleiner moet, maar beter moet gaan functioneren vanwege het belang van die mensen, dan kan je beter niet afwachten, want dan kan je nog wat haakjes en puntjes zetten, terwijl je kan beter aan de voorkant proberen het kader waarbinnen het zich allemaal afspeelt, anders in een ander frame te krijgen. En daar was het onderzoek voor. Ja. En bovendien was het ook niet verkeerd om echt goede informatie te krijgen over het stelsel. Want we moesten natuurlijk, als wij denken dat het anders moet, is het ook niet onhandig om te weten van deskundigen hoe je het slimmer kan doen. En u doet dat met de heer Van Bochhoven. U zat in de oppositie. De partij van de heer Van Bochhoven, het CDA, zat juist in de coalitie. Is dat niet vreemd? Nee, want kijk, dit soort stelselherzieningen die gaan niet met meerderheden van 76 zetels. Dat is altijd een bredere zaak. En in de eerdere periode, toen wij tussen 2000 en 2002 voor de Partij van de Arbeid zaten toen in het kabinet, toen heb ik initiatiefwetten ook met CDA gedaan, die toen in de oppositie zat. Dus ik vind, je moet dan nooit, bij dit soort zaken moet je misschien juist wel depolitiseren om meer kans te maken om voor elkaar te krijgen. En bovendien, mijn enige kans was natuurlijk om een coalitiepartij mee te krijgen. Dus ik kon wel met Ineke van Gent in die tijd van GroenLinks beginnen, maar ja, dat leidde niet tot meer impact van het onderzoek. Dus ik had belang bij om een coalitiepartij te hebben. En bovendien, ook de historische wortels van het CDA en de Partij van de Arbeid, als het gaat om het maatschappelijk middenveld, wat coöperaties een onderdeel van zijn, waren natuurlijk voor 100 jaar geleden wel hetzelfde. Dus ik had ook te denken van, daar moet ik ook wel iets chocola van te maken zijn. En wat vonden weet u wat de coalitiepartijen ervan vonden dat de heer Van Bochhoven met uw zaken begon te doen? Daar was ik Oost-Indisch doof voor. Ik weet wel, bij het huurbeleid waar was meneer Hofstra, die had niet altijd zijn. Oost-Indisch doof betekent dat je het wel hoort, maar niet wil horen, hè? Ja, want dan schoot ik er nou mee op. Ik was bezig, ik had iets. We waren alle twee gedreven door die prestaties van die woningbouwcoöperaties. En dan moet je elkaar ook de ruimte geven. Als ik dat alleen maar ging zitten peuren, dan maakt het voor hem het alleen maar moeilijker. En had hij geen belang bij, had ik geen belang bij. Uiteindelijk is dit rapport opgeleverd. Ja. Die krassen zijn van mij. Ja. Op uw verzoek en neer van Bochhoven. En laat ik de conclusies citeren. Ja. Pagina 63, resumerend. Uit het voorafgaande, dus dit onderzoek, komt naar voren dat een beoordeling van woningcorporaties op effectiviteit, doeltreffendheid, feitelijk niet mogelijk is. Ja. Dit impliceert overigens niet dat woningcorporaties niet effectief zijn. Wel dat het inzicht extern ontbreekt, onder meer ten aanzien van de wijze waarop de maatschappelijke prestaties afgestemd zijn op de maatschappelijke behoeften. Hierdoor is een beoordeling van de effectiviteit niet goed mogelijk. De ministeriële verantwoordelijkheid
om zich een oordeel te vormen over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties kan als gevolg daarvan niet goed worden uitgeoefend. Dat is me nogal een conclusie. Ja, en die sloot ook, dat sloot ook aan bij onze eigen ervaring, dat als wij jaarlijks die prestaties bespraken, dat dat gewoon een gesprek was over de toestand in de wereld, maar dat het volstrekt geen handvaten bood om gericht te kijken van waar het niet goed ging gaat om wat te doen. En dat zag je ook, ik weet niet wanneer het voor precies is, maar ik zag het verhoor met de heer Van Gies, heb ik voor mij gisteravond teruggekeken. En toen zag ik ook, voor mij werd in één keer duidelijk dat ze het ook helemaal uit van plan waren. Ze keken, naar wat er wel en niet mocht, maar of het doelmatig was, dat was eigenlijk niet. Ik begreep nu dat de gemeenten hadden moeten piepen als er iets mis was. Nou, dat wist hij niet? Nee. Dat was voor mij een van de dingen die nieuw was. Was dat de eye-opener gisteren? Ja, want had ik dat geweten, had ik vaker met gemeentes gezegd van jongens, als je ontevreden bent, ga naar Den Haag, want die gaan wat doen. En dat was maar de vraag geweest, want ik denk niet dat de minister op het schaalniveau waar wij lokaal met corporaties soms in de klins liggen, dat de minister zich daar op dat punt gaat ingrijpen. Maar dan was wel sneller duidelijk geworden dat er iets aan dat stelsel naast het toezicht ook iets aan de prestatieafspraken lokaal moest gebeuren. Maar als u gisteren kijkt, en u bent Kamerlid geweest en u weet dat u hier moet zijn vandaag. Ja. Wat denkt u dan? Hoe bedoelt u? Nou, ik kan me zo voorstellen dat je denkt van, heb ik misschien niet zitten opletten als Kamerlid? Had ik dit niet moeten weten? Ja, maar dat is natuurlijk zelfs de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is ook de verantwoordelijkheid voor u en mij toen. Alles wat ik had kunnen weten, maar niet wist, dat is mijn eigen. Dat ben ik zelf verantwoordelijk. Ik had ook zoiets van, want we hebben het wel op een ander terrein gedaan. In diezelfde tijd hadden we ook de discussie over gemengd bouwen en met name de randgemeentes die geen goedkope woningen bouwden. Toen zijn we, Bas-Jan van Bokkenhoven en ik, erachter gekomen dat er een aanwijzingsbevoegdheid van de minister lag. En toen zijn we gemeentes gaan opporren van, nou, als wij willen wat aan doen, als je dan ook een formeel verzoek bij de minister legt. Ja. Dus dat hebben we wel aangepakt, maar langs deze kant, dat hebben we niet. Maar ik kan me voorstellen dat je als Kamerlid behoort te weten hoe het toezicht vanuit het ministerie is georganiseerd. Dus wat zijn de regels en hoe wordt dat ingevoerd? Ik vraag me ten eerste af of dat formeel zo geregeld was. Want het enige wat het voor toezicht was dat er iedereen moest zijn jaarverslag opsturen naar de minister. Tegelijk naar het Centraal Fonds om te kijken of ze, ik weet niet of toen al A, B en C coöperatie, maar over de financiële degelijkheid en de financiële continuïteit. En de minister die moest dan kijken of die prestaties voldoende waren. En die schreef elke keer een brief bij een coöperatie, u moet wat weer wonen, moet weer bouwen. Uh-huh. Of u moet, later was het ook van, u moet uw salaris openbaar maken of dat soort dingen. Dus wij gingen ervan uit, die brieven lezend, dat het toezicht via dat het wel degelijk ministerieel toezicht was. En dus daarom was ik verbaasd gisteren dat er dan eens een onderscheid gemaakt werd tussen wat de minister dan zelf opschrijft, van u bouwt te weinig. Dan denk je toch dat het iets te maken heeft met de doelmatigheid en de prestaties die geleverd wordt. En dan is het toch een hele kunstmatige knip, doordat je alleen maar kijkt naar, naar hoeveel er gebouwd wordt. En een paar van die, we hadden een paar van die verwisselende dingen over dak en thuisloos. Verschillende eisen kwamen er elke keer bij. En dat je dan in één keer als ministerie zegt van ja, maar als het over hoe de lokale prestaties zijn, ja, daar kijken we niet naar. Terwijl natuurlijk de essentie dat kwam ook uit het onderzoek en later naar voren. Dat als een corporatie presteert naar vermogen, is dat in Amsterdam echt anders dan in Boekel, echt anders dan in Delfzijl of in Eindhoven. Ja. En als je dan als minister alleen maar kijkt naar hoeveel produceert u. Ja, dat is natuurlijk toch. Ja, ik verwacht van een woningbouwcorporatie in Delfzijl toch echt minder woningbouwproductie dan in Amsterdam. En dus ging ik ervan uit dat dus wel degelijker lokaal gekeken zou moeten worden. Alleen dat het instrumentarium in het ministerie niet was om dat te doen. Heeft de verantwoordelijke bewindspersoon of het ministerie aan u voldoende duidelijk gemaakt dat er een piepsysteem was? Dat was voor mij dus gisteren, hoorde ik dat voor het eerst. Ja. Dus dat hebben ze mij in ieder geval niet verteld. Of ik heb in ieder geval. Eigenlijk had u het wel willen weten tijdens uw tijd als Kamerlid. Nou, als ik dat had geweten, had ik een extra instrument gehad om, lokaal waar het niet zo goed ging, om mensen toch het gevoel te geven en ook materieel te maken dat het niet alleen maar is van er gaat iets niet goed in mijn buurt en niemand. Het gaat over zoiets primair als het wonen en niemand. Ik kan niemand erover aanspreken, dus een soort Kafkiaanse niksigheid. Hadden we dan een instrument gehad om in ieder geval op gerichte probleemsituaties toch wat actiever te kunnen doen. Terug naar dit onderzoek en de conclusies. Wat vond u dat er moest. U zei al, ik had die uitkomsten wel verwacht. Wat vond u dat er moest gebeuren met, met deze conclusies? Nou, wij wilden eigenlijk snel. We hebben toen een hoorzitting gehouden van 3 dagen. Dat was namelijk. Dat kan ik hier wel zeggen.
wij dachten van de effectiviteit van het onderzoek. Het is, heb je verschillende parlementaire soorten onderzoek. Hè. Dit was de meest lichte vorm, namelijk je besteedt het uit. Dan heb je nog een parlementair onderzoek waar je het als Kamerleden zelf doet. En de parlementaire enquête is dan het meest stevige onderzoek met de meeste beste instrumentarium wat je dan hebt. Dus wij wilden een beetje de impact van het onderzoek vergroten. Dus we hebben toen 3 dagen hoorzittingen gehouden met allerlei betrokken partijen om op die manier ook steun, CQ, kritische reflecties te krijgen op de conclusies. Toen hebben we als Kamercommissie als geheel hebben we een debat gevoerd en hebben we een brief gestuurd naar de minister. We wilden graag een reactie en hebben een debat meteen 2 maanden later gehad. Om op die manier aan de ene kant als Kamer een statement te maken naar het kabinet van jongens, dit moet er hier nog wel in zitten. En aan de andere kant tempo te maken om dan ook die wetgeving te krijgen. Ja. En dat is zeg maar de procedure die we gedaan hebben. En inhoudelijk, ik weet niet of je ook vraagt wat mijn inhoudelijke opvattingen over de conclusies waren. Maar... Ik ga eerst even nog naar die hoorzittingen. Wat ons opvalt is dat er bij die hoorzittingen maar 3 en heel soms 4 Kamerleden zijn. Is dat niet weinig? U was er, de heer Van Bochhoven was er, mevrouw Veenendaal en nog 1 keer de Socialistische Partij. Ja. Ja, dat vond ik Zou je kunnen concluderen, weinig belangstelling. Ja, maar dat, kijk, maar misschien was dat, ik had het idee van als ik nou met, kijk, met VVD, daar was niet zoveel eer te behalen, want die wil die sector kleiner maken. Mm-hmm. En die hadden zoiets van, dus mijn belangrijkste partner was het CDA. En eigenlijk, ter linkerzijde ging ik een beetje vanuit dat mevrouw Gent was er eigenlijk bij. En ik vond het jammer dat de SP er niet bij was. Want dat reken ik wel toch enigszins als een bondgenoot. Want ik dacht, die wil ook die invloed van bewoners groter maken. Maar die hadden blijkbaar andere prioriteiten. Dus ik vond dat wel jammer, want je moet proberen... de bedoeling was dat hoe meer impact... En als er mensen met z'n 2 of z'n 3 zit, dan heeft dat toch minder impact. Vond u het weinig dat u er met z'n 3 zat? Ja, want ik vind, het gaat over iets bazaals als een grondrecht, fatsoenlijk wonen. En het ging over een stelsel. Ja. Nou, dat is iets, als je het hebt over wat zijn de basale taken van een woningbouwcoöperatie, van het parlement, is dat je het over stelsels hebt, over basale grondrechten. Nou, als wij zouden concluderen, de belangstelling voor de Kamer hiervoor was tamelijk gering, klopt dat dan? De belangrijkste partij in die tijd, want toen was nog een tijd dat als je de partij van Arbeid, VVD en CDA met elkaar optelt, dan kwam je wel boven de 100. Dus, helder. Dan wat vond je inhoudelijk van de conclusies? Er waren een paar conclusies, dat er veel maatschappelijk geld zat en dat het alsmaar groeide. Dat was een belangrijke uitkomst, omdat in die tijd ging het veel over, wordt er wel gepresteerd en er is eigenlijk geld genoeg voor, dus dat moet dan terechtkomen op die plekken waar het nodig is. Dus dat was 1. De tweede was wat u net citeerde, de vraagtekens bij de effectiviteit. Dat sloot aan bij onze eigen ervaringen. En toen hebben we heel erg de brug gemaakt naar... hoe ze dat in Engeland deden en hoe je dus meer lokaal de zeggenschap over de prestaties zou kunnen vergroten. Met minder vrijblijvende prestatieovereenkomsten als de gemeentes, de bewoners en de coöperatie niet uit zou komen, dat je een soort arbitrage zou hebben. Coöperaties moeten vergelijkbaar zijn. Mm-hmm. Nou, de hele discussie heeft u ook al gehad. Wij waren erg fan dat van het Centraal Fonds, want die deed tenminste individuele cijfers boven tafel brengen, ondanks dat de sector dat niet leuk vonden. En we vonden visitatie heel belangrijk. En dat moest verplicht zijn en niet onder de koepel van Edis. Omdat bij visitatie krijg je een beeld of mensen presteren naar vermogen. Omdat je namelijk, als je iedereen op dezelfde schaal neerlegt, dat zegt niks. Want ik verwacht in Eindhoven echt iets anders van een woningbouwcoöperatie dan in Delfzijl. Nou, dat waren onze... En dan wilden we ook nog een toezicht, wilden wij. Want dat was ook... Wij wilden een soort... maar ik weet niet of iedereen dat wilde, maar wij wilden een onafhankelijke woonautoriteit. Waar het financieel toezicht en het volksgevestigd toezicht bij elkaar gebracht werd. Omdat ons idee was dat uiteindelijk als je het bij de minister neerlegt, dan speelden er ook allerlei beleidsmatige kwesties doorheen. En bovendien is maar de vraag of een minister ook bij kleine dingen in gaat grijpen. Terwijl juist, de escalatie hadden we kunnen voorkomen als we al sneller bij kleinere dingetjes in hadden gegrepen. En doet zijn woonautoriteit wel en de minister doet dat niet snel. Helder dat u dat vindt. Dan komt in december 2005, zegt de minister dat het RIGO-rapport, het rapport wat ik net liet zien, een goede analyse is, maar dat ze niet kiest voor een versterking van de sturing, maar voor meer ruimte voor zelfsturing. Wat vond u van de reactie van de minister? Ja, daar waren we niet zo blij mee, want dat was natuurlijk net de essentie van de discussie. Kijk, de woningbouwcoöperaties onder beziende leiding van meneer Van Leeuwen, die was ook van het concept van de maatschappelijke onderneming, die hadden iets van wij zijn een onderneming. Mm-hmm. En wij hebben, omdat wij maatschappelijk zijn en met stakeholders ons verhouden, gaat het goed en dan moet de overheid zich niet te veel tegenaan bemoeien. En
De reden waarom wij ons meer druk aan het maken waren, was dat het op sommige plekken toch echt niet goed ging. En dat als je met als bewoner met een goed presterende woningbouwcorporatie te maken, dan was het top. Maar als je met een slechte corporatiedirecteur te maken had, die niet presteerde, dan had je niks, kon niemand je wat maken. Dus het was een principieel verschil van opvatting of je vond dat het met zelfregeling moest. En wij hadden zoiets van, dat moet toch eigenlijk wat correctiemechanisme zijn om te kunnen ingrijpen als er niet gepresteerd wordt naar vermogen. De minister doet niet wat u zou willen. Ja. Wat deed u toen? We zijn op zoek naar de verantwoordelijkheid van de Kamer. Ja, ja. Ik ben even aan het denken, dat hebben wij, dat was 2005, we hebben het onderzoek was 2004. En toen hebben we het debat gehad. Ja, ik ben even kijken, 2006. Ja, er lagen toen een aantal rapporten, die noemen ze al, hè? Verschillende kritische rapporten van het Centraal Fonds over het interne toezicht, de Treasury, de vermogensovermaat, de zogeheten verbindingen, zeg maar deelnemingen. Ja, precies, In andere ondernemingen van een corporatie, bedrijfslasten en uw eigen rapport met toch niet mis te verstaan conclusies. Kijk, aan de ene kant zijn we dus blijven, dan moest er een wet komen en een brief. Dus dat traject zijn we toen door langs gegaan. Maar tegelijkertijd zijn we een ander traject ingegaan. Want een deel van het vraagstuk is niet alleen met regelgeving op te lossen, maar daar komen we vast later over te spreken. Het heeft ook iets te maken met het moreel kompas van mensen in het maatschappelijk middenveld. En toen hebben we langs andere lijnen zijn we daarover begonnen. Namelijk beloning. Mm-hmm. Want het feit dat die topsalarissen die werden steeds gekker. En het geeft wel iets aan over hoe je als corporatie jezelf duidt als je dit soort hoge beloningen doet. Dus we hadden begonnen de discussie over allemaal kamervragen te stellen over de topsalarissen. Toen hebben we geprobeerd, omdat er nog geen wet was, een tijdje later, om met de BBSH in de hand, het besluit bij sociale huisvesting. Omdat is ergens een artikel, ik dacht 21 of 22, daar staat dat je doelmatig om moet gaan met het publiek, met het volkshuisvesting geld. Nou, wij vonden topinkomens niet doelmatig. Dus toen dachten wij, dat is een mooi instrument voor de minister om in te grijpen. We hebben, dat heeft helaas heeft de minister dat nooit gedaan. We hebben heel erg, de minister Dekker heeft toen wel op een gegeven moment de salarissen van de toppers openbaar gemaakt. En wij zeggen, wat gaat u dan doen? Ze heeft zo aangesproken. Dus dat issue hebben we nodig gehad. Het tweede is de schaalvergroting. Dat blijkt ook uit het onderzoek van drie. Ja, heeft die motie over ingediend? Ja, daar hebben wij niet groter dan 10.000 ja. woningen, een corporatie. En het idee daarachter was, is dat ik dus in deze tijd, wat er vaak misging, is dat een woningbouwcorporatie-directeur, gelijk met voetballen, Afalai, die is in Elinkwijk begonnen. En toen die beter werd, ging hij naar PSV. En toen die nog beter werd, ging hij naar Barcelona. Wat doen woningbouwcorporaties vaak, directeuren vaak? Als elk mens is op een gegeven moment uitgegroeid. En wat doen ze dan? Dan gaan ze een woningbouw gaan ze fuseren in plaats van bij een andere corporatie te gaan werken. En zo zag je die schaalvergroting en dat leidde tot mensen heel lang bleven zitten en steeds meer het als een eindig koninkrijk zagen. Ik vind dat bijvoorbeeld bij IJmeren, toen die ging fuseren met Amstelveen. Ik had het idee dat het ook te maken had dat die corporatiedirecteur zijn eigen opvolger uit wilde zoeken. Dus in die zin was het, die fusies had naast het feit dat het niet efficiënt en dat het de zonde van het volksvestigheid was, was het ook iets van dat mensen steeds meer denken dat zij als enige soort zonnekoning gedrag. En dat wilde je juist veranderen. Je wilde weer meer dienstbare corporaties. Dat is wat u heeft gedaan. Ja. Maar was dat nou genoeg als Kamer, als u dat doet, als dit de conclusie is, dat de ministeriële verantwoordelijkheid eigenlijk niet goed ingevuld kan worden? Nee, de volgende stap is dat je eigenlijk dan, en die heb ik ook overwogen, maar dat was op dat moment niet aan de orde, was een initiatiefwet. Ja. Want dat instrument, daar was ik ook niet wars van, want ik heb in die 10 jaar hebben vier initiatiefwetten naar het eind van de streep laten halen. Maar dat was, want we zitten natuurlijk dan op een gegeven moment, de eerste stap waarom we dat toen nog niet gedaan hebben, was van toen moest mevrouw Dekker vanwege de Schipholbrand weg. Mm-hmm. En toen kwam meneer Winsemius en dachten van, nog even naar die initiatiefwet. Ja. Heeft u niet gedaan? Waarom niet? Nee, toen was. Nou, omdat het is een complex proces. Kijk, die initiatiefwetten die ik wel gedaan heb, dat was eigenlijk. Eentje op de parlementaire enquête. Ja, maar eenvoudig was banksparen, waarmee je zeg maar, de boekenpolis aan kon pakken. Ja. Dat was gewoon een paar regels veranderen. Terwijl zo'n heel stelsel, dan moet je echt niet alleen een wet maken, maar dan moet je ook alle ANVB's erop hangen. Dat is toch wel iets complexer, omdat je hebt het achternamiddag met een paar Kamerleden bij elkaar te timmeren. Bovendien. Moet je ook erkennen dat het voor een. Dat had ik samen met Bas-Jan van Bok over moeten doen. En ik denk dat die niet zomaar. Ik bedoel, dat is wel een politieke statement. Als je dus je minister belooft van je coalitie om met voorstellen te komen. En je gaat dan in één keer met een oppositiepartij samen een initiatiefwetsvoorstel maken. Dan is dat wel. Dat had hij denk ik niet voor elkaar gekregen in zijn fractie. En ten tweede hadden wij zelf ook nog een paar. In deze tijd zou dat zeggen, hele kleine meningsverschillen, maar we hadden wel nog een paar opvattingen verschillen. En het grootste probleem in zijn fractie was dat het vertrouwen
in het maatschappelijk middenveld heel groot was, dat de overheid valt bestuurders niks in de weg moest leggen. Dus al die incidenten later, die hebben even de CDA-fractie daar toch iets genuanceerder doen naar te kijken. En in mijn fractie had ik allemaal mensen die vonden dat wethouders gewoon de baas moesten worden. En daar hadden wij met z'n tweeën dachten we ook anders op. Dus naast het feit dat het een politiek statement van je welste is, als je als oppositie, als je coalitiepartij voor zo'n belangrijk ding zegt, we gaan initiatiefnota doen, hadden wij zelf ook nog wat inhoudelijke dingetjes. Dus je kon het ook niet doen omdat de meningsverschillen tussen CDA en Partij van de Arbeid te groot waren? Waardoor je Ik denk dat we er wel uitgekomen waren, maar we hadden, als oppositiepartij was het veel makkelijker. Ik denk dat meneer Van Bokhoven, dat ik dat een beetje overvragen was geweest als ik dat op dat moment had gedaan. Ja. En toen zijn we, en natuurlijk, ja. Nog terug naar de Kamer. Het lag uw rapport, het lagen rapporten van het Centrale Fonds. Pakte de Kamer deze rapporten nou op? Ja, ik vond van wel, want wij gingen regelmatig bij, ik en soms met Van Bokhoven samen, gingen we bij het Centraal Fonds langs. Omdat het voor ons hele belangrijke informatie was om als Kamerlid te snappen wat er in die sector aan de hand was. En om dus materiaal te verzamelen. Die rapporten, wat ook bijna op een gegeven moment de kop van meneer Van der Molen kostte bijna. Die rapporten was voor ons elke keer geweldig mooi munitie om het debat aan te voeren van beste minister, beste sector, dat gaat niet vanzelf goed. Ik bedoel, wat er altijd verdacht was met die verbonden partijen, die commerciële activiteiten, werd altijd verteld, daar verdienen we geld mee, dan gaan we dan een soort Robin Hood. We verdienen geld op de markt en dan gaan we dan mooie dingen voor de mens mee doen. Nou, al die rapporten van meneer Van der Molen bleek dat het een omgekeerde Robin Hood was. Dat vonden ze natuurlijk niet leuk. Dat weten we, maar wat gebeurt er vervolgens met die rapporten? Wat gebeurt het eerst met de heer Van der Molen? Die was op een gegeven moment. Want het was natuurlijk. Eén klein zijspadje. Het was namelijk de desbetreffende ministers. Mevrouw Dekker, die moest 250 miljoen euro van de woningbouwcoöperaties hebben. Als bijdrage voor de betaling van de huurtoeslag. Dus die was met de woningbouwcoöperaties in gesprek. En die moesten ook vanwege de andere problemen een beetje te vriend houden. Bovendien was ze ideologisch, zat ze ook dichter bij zelfregulering dan wij. Dus die was vooral daarmee bezig. En die wilde dus niet altijd elke keer de volle confrontatie aangaan, omdat je op andere terreinen ook nog zaken moest doen. Dat was één. Dus wat wij deden met die rapporten, want dat was uw vraag. Wij gebruikten het elke keer als materiaal in de debatten, of om kamervragen te stellen, of om het te onderbouwen dat het echt er iets moest gebeuren. De heer Van der Molen moest weg om een van die rapporten. Oh ja, sorry. De heer Van der Molen moest weg. Omdat die allerlei individuele cijfers. Op een gegeven moment ging over dat je per coöperatie kon zien of ze veel, weinig of heel veel geld hadden. Ja. En dat was natuurlijk mooie munitie voor lokale wethouders. Om te zeggen: van beste coöperatie, u kunt best wel meer bouwen of in die buurt wat opknappen. Want als ik het rapport van de heer Van der Molen zie, dan heeft u geld genoeg. En dat vonden dan was eigenlijk voor mij voor de heer Van Leeuwen een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. Die is toen bij de minister langs geweest. Om te vragen of meneer Van der Molen toch niet aan de kant kon. En toen hebben wij ook wel binnen de Kamers geroepen dat als dat gebeurt, dat wij met gestrekt been in zouden gaan. Want het kan toch niet zo zijn dat iemand die gewoon zijn werk doet, en die misschien dan om wel eens bij zijn werk ook een onaangename boodschappen verkoopt, dat die daar dan met moet bekopen met zijn aftreden. Oké. Dus eigenlijk heeft u het werkzame leven van de heer Van der Molen gered? Nee, ik begreep. Dat is altijd bij die dingen. De echte redder was natuurlijk gewoon de voorzitter van de Raad van Toezicht. Die gezegd heeft. Er komt niks van in, u gaat er niet over. En de heer Van der Molen was van het Centraal Fonds, hè? Ja. En we hebben alleen aangegeven dat het voor de minister wat makkelijker werd om zich daarbij neer te leggen. Begrijp ik het goed dat u zei, wij gebruikten die rapport als munitie, maar de minister keek er eigenlijk niet naar. Die was vooral bezig met het huurbeleid. Haar prioriteit lag daar niet. Is dat wat ik uit uw woorden kan opmaken? Ik heb ook naast het denken, hoe komt het? Want kijk, minister Dekker heeft wel op een gegeven moment een brief ergens geschreven over het stelsel. In 2006 of 2005 is hij naar de Kamer gekomen. Maar mijn vervolgvraag is dan, als de minister er niet mee bezig is, hoe houdt u haar dan bij de les? Is dat dan voldoende gelukt als Kamer? Nou kijk, dat is in ieder geval niet voldoende gelukt, want dan zou hij niet gezeten. Dat is evident. Ja, precies. Dat lijkt me. Dus, en waarom was hij dan niet effectief daarin? Waarom was ik niet? Ik heb geprobeerd, juist door die start-up van rapport, publiek debat, artikelen, de schandalen boven tafel te krijgen, kwesties rondom de beloning, schaalvergroting, ook integriteit kwam later, dat hebben we ook op de agenda gezet. Om op die manier stapje bij beetje een klimaat te creëren. En nog veel later, maar dat was al het nieuwe kabinet, daar hebben we moties ingediend met van zo moet het, de nieuwe wetgeving eruit zien en die moet dan en dan klaar zijn. Maar dat heb ik in de periode tot 2006 nog niet gedaan. Dat heb ik pas gedaan toen we zelf in de regering zaten. Toen zijn we met de Kamer moties in gaan dienen
van dit een motie uit, even kijken, moet ik even opzoeken, ik dacht in 2007 is dat geweest, hebben we gezegd van de nieuwe wetgeving moet er zo uitzien, hebben we 5 punten zaten er in die motie, en die willen we voor 1 maart 2008 moet het in de Kamer liggen. Dus op dat moment zijn we dus een stapje verder gegaan door gewoon gezegd, dit moet in die wet en dat moet dan klaar zijn. Want dat is pas in 2007 gebeurd. Dus tot die tijd was het echt opbouwen van en op die manier gas erop zetten. En dat wil niet zeggen dat minister Dekker niks gedaan heeft, want er heeft wel een brief gestuurd. Alleen het ging niet snel genoeg. En we hadden, en daarnaast hadden we ook samen een ander akkefietje. Dat was namelijk de liberalisering van de huren. En daar heb ik mijn meeste energie in gestoken, want ik zag helemaal niks in het huurbeleid veranderen. Dus dat de huren geliberaliseerd zou worden in ruil voor betalen. Dit is even belangrijk te weten. U zegt, ik stak meer tijd in de huurliberalisatie dan hierin. Dat was nog belangrijker in die tijd. Ja, want het had alles met elkaar te maken. Want dat verklaart dan ook waarom er minder energie vanuit de Kamer komt op dit onderwerp, het toezicht en de prestaties. Ja, maar het waren wel twee aan elkaar gekoppelde dossiers. Want het was namelijk de grote beweging van die Edis wilde, was min of meer toch het zichzelf nog verder op afstand. Er waren twee doelen. Was aan de ene kant was, we gaan de huren liberaliseren, kunnen we meer marktgericht doen. Dan krijgen we meer geld en met dat geld kopen we dan onze vrijheid. Want tegelijkertijd was dan wel de deal dat de zelfregulering centraal zou staan. Dus het was dus een drie-eenheid van de grote beweging. En dat was iets waar op twee poten van heb ik lopen zagen, namelijk over het huurbeleid. En op het punt van, want dat had ook echt grote effecten. Ik bedoel, als het gaat over segregatie in buurten, dat was ook mijn drijfveer. Het ging over de leefbaarheid in de stad en juist dat huurbeleid zou de mensen met de laagste inkomens treffen en zou ook nog leiden tot, gezien de manier van waar het ingevuld werd, tot verdere segregatie in buurten. Dat was één. En de tweede, als ik dat niet, dat was ook een vorm van die dossiers waren ook in Den Haag aan elkaar gekoppeld. Want het was de grote beweging, waardoor aan de ene kant vrijheid kopen voor de woningbouwsector was gekoppeld aan het huurbeleid. Dus als we dat zouden saboteren, dan hadden we ook dat andere gered. Had hij niet nog een Kamerlid van de PvdA-fractie erbij moeten hebben om het nog beter of om het meer capaciteit te hebben uit die fractie? Nee, dat was het probleem niet. Okay. We hadden genoeg ondersteuning vanuit de woonbond, vanuit hele corporaties die helemaal niks zagen in die grote beweging. Dus ik had een heel netwerk die mij hielpen om van wethouders, woningbouwcorporatie, directeur en huurders om dit voor elkaar te krijgen. We hebben een mooi rapportje nog over gemaakt over de WOZ, de effecten van de WOZ op de segregatie van het nieuwe huurbeleid. Dus dat. Nog even naar de ministeriële verantwoordelijkheid. Het aanleiding voor dit onderzoek wat u heeft geïnitieerd met de heer Van Bochhoven is het gebrek aan informatie over het individueel presteren van corporaties. Vindt u dat de verantwoordelijkheid van de minister? Ja. Vond de minister dat zelf ook, minister Dekker? Nee, die was van het stelsel. Kijk, en ik natuurlijk, je bent niet. Dat is altijd, vind ik altijd een hele. Je moet het aan elkaar halen. Want je moet er niet aan denken dat de minister en dus alle ambtenaren hier in Den Haag bij elk conflict of meningsverschil wat er lokaal is, dat ze dan hier uit gaan rukken naar die gemeente. Dat wordt hem niet. Maar er is dus een verschillende opvatting over waar is de minister verantwoordelijk voor? Tussen minister Dekker en u, ja. De heer De Pla van de Partij van de Arbeidsfractie. Wij vonden, en dat was het en welke verschil, acties heeft u toen wel ondernomen om wel zicht te krijgen op die prestaties? Nou, hoeveel wilde hij zicht op die prestaties krijgen? Dat was het punt van de visitatie. Wij wilden namelijk dat waren twee elementen. Benchmarking, openbaarheid van gegevens, waardoor prestaties vergelijkbaar zijn. Daar was het Centraal Fonds speelde daar een belangrijke rol. Dus we hebben daar verschillende malen, toen elke keer als er een punt speelde dat die rapporten niet openbaar mochten zijn, hebben we bijvoorbeeld ook ingezet dat het Centraal Fonds die rapporten voor de rechtstreeks naar het land in mocht sturen, niet via de minister. Okay. Dat was hele openbare informatie. Daar hebben we veel aan werk gemaakt om te zorgen dat de informatie lokaal terecht kwam, op individuele corporatieniveau. Bij elk debat hebben we de minister daarop bevraagd en ondersteund. Het tweede was, je wil presteren naar vermogen. Niet elke corporatie, wat ik al vaker zei, is in Boekel is anders dan in Eindhoven. Dus hij wilde gewoon visitatie voor elkaar krijgen. Want dan krijg je of in beeld of een corporatie presteert naar vermogen. En dat wilden wij graag in de wet. Maar dat hebben we niet. Dus dat moest in de wet dat het verplicht zou zijn. En tegelijkertijd hebben we met andere corporaties die dat zagen zitten, is er een instituut opgericht van onafhankelijke visitatie. Dus dat is een gezamenlijke activiteit geweest van woningbouwcorporaties, ondersteund door de Kamer. Is er toen zo'n onafhankelijk instituut gekomen die clubs ging certificeren, die gingen visiteren. En op die manier was het idee
Dan stond het nog wel niet in de wet, maar dan hadden we wel steeds meer corporaties die zich gingen lieten visiteren. Waardoor lokaal helder was wat ze deden, waardoor ze aanspreekbaar waren. En op het moment dat steeds meer corporaties doen, is de reden om je dat tegen te verzetten, wordt steeds moeilijker. Dus dat was de buitenparlementaire motor, zeg maar. En er gebeurde nog één. In de periode 2008 tot 2010 heeft minister Van der Laan het Centraal Fonds verzocht om jaarlijks advies uit te brengen over de beoordeling van volkshuisvestelijke prestaties. Die werden opgenomen in de oordeelbrieven. Ja. Gaf dat informatie die u wilde hebben? Was dat een verbetering? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meer precies weet wat daar, of dat nou veel beter werd. Maar het werd wel langzaam. Want ik zat net door de. Ja, weet ik niet. Kijk, het ging er mij om. Ik moest niet als individuele. Mij ging het om dat ik niet zelf als Kamerlid. Precies gek op een Arnhem of zo, dat ik daar in één keer. Zeg maar dat ik precies wist hoe het in Arnhem ging. En dat ik dan zeg van Arnhem moet het beter. Minister, doe er eens wat aan. Maar meestal iets. Je kan je iets herinneren als het indruk heeft gemaakt. Dat heeft mij niet. Nee, meer indruk heeft gemaakt zijn die andere dingen. Is het feit dat we. Maar goed, dat komt daar vast wel bij die casus. Het feit dat we die nulmeting hebben gedaan voor, rondom integriteit. En dat er uiteindelijk een meldpunt gekomen was. Wat Jansen gisteren als een beetje van de SP wegzette als niks. Maar binnen een half jaar waren er wel 146 casus. En ik sprak laatst iemand van de OM die eraan verbonden was. Het heeft heel wat opgeleverd. Mm-hmm. Dus er zijn wel degelijk ook dingen gebeurd die materieel zijn geweest. Kijk naar de voorzitter. Dank u, meneer Wille. Het woord is aan de heer Oskam. Ja, meneer De Plaan, nog even in aanvulling daarop. Even kijkend naar de invloed van het Centraal Fonds en van Edes. Meneer Van der Molen was hier en die zei dat hij dacht dat mevrouw Dekker vond dat Van der Molen samenspande met Kamerleden. Dat is één. En de tweede stelling is dat u zelf zei dat Van Leeuwen bij Dekker had aangedrongen. Kunt u ons eens meenemen in hoe dat ging in die tijd? Ja. Maar dan moet ik danken, want ik zie ook denk dat wat gaten zitten in het vorige vragen nog tussen wat we gedaan hebben. Even terug, wat we gedaan hebben. Dus we hebben eerst het geagendeerd en toen hebben we bij Winsemius geprobeerd om te zeggen, u zit er maar 6 maanden en doe dan snel het stelsel even, want er ligt een brief van Dekker, maak het af. Die heeft gezegd van, ik ga andere dingen doen. Toen kwam mevrouw Vogelaar, die was toen druk met de wijkaanpak. Toen hebben we daar heel erg op gedrukt met die moties van het breed van de Kamer. We willen moet het stelsel eruit zien en dan moet 1 maart 2008 willen de wet in de Kamer hebben. Toen kwam meneer Van der Laan en die ging toen heel voortvarend aan de slag en kwam toen met brieven. En daarna hebben we als Kamer heel vaak elke keer gezegd, ook binnen de Kamers, je weet nooit hoe lang een kabinet er zit en een wetsvoorstel duurt 2 jaar. Dus zorg nu dat de wet als een wiedewip naar de Kamer gaat, want anders redden we het nooit. Dat is min of meer om het traject af te maken wat we die tijd gedaan hebben. Maar dan nu de vraag van hoe werkt dat nou bij het Centraal Fonds? Nou ja, wat ik net al een beetje zei, het was samenspannen. Ik bedoel, die man deed gewoon zijn werk. En dat is belangrijk. Als Kamer, als toezichthouder is het toch heel belangrijk dat je de volksvertegenwoordiger te woord staat als die om informatie kan vragen. En daar gingen wij, of met Van Bokhoven en ik gingen samen, of ik ging er alleen heen. En dan kregen we 1-2 keer per jaar bespraken we bij wat ze zo allemaal aantrof van wat er volgens hun aan de hand was. Ja, en dan kwamen wij vaak met kamervragen en dat vond dan meneer Van der Leeuwen niet zo leuk, want dan kwamen we namelijk, dat dreef verder af van zijn ideaalbeeld, namelijk zelfregulering. Want dat gaf aan dat die zelfregulering toch in de praktijk iets minder mooi was dan hij voorstelde. Ik bedoel, hij had het over zijn edescode, maar ik heb er nooit, dus 1 keer geweest volgens mij dat hij doorgebeten had, dat iemand die zich niet aan die edescode hield, dat hij dan ook als corporatie of buitengezet werd of aangesproken werd. Dus dat waren gewoon 2 werelden die met elkaar botsten en dat Van der Molen was dan eigenlijk de informatieverschaffer waarom die ene wereld niet genoeg werkte. Oké, u zei net ook nog Dekker die wilde Van der Molen ontslaan, hè? Want dat heeft er ook mee te maken. Omdat hij individuele gegevens van corporaties inzichtelijk wilde maken voor gemeenten, zodat gemeenten wisten wat ze van woningcorporaties konden vragen. Nee, zo 1 op 1 liggen niet, want de minister die wilde van Dekker af omdat... Edes, de minister kan niet van Dekker af willen. Maar Dekker wilde van de Molen. Minister Dekker, wilde van meneer Van der Molen af. Ja. Voor mij niet zozeer persoonlijk, omdat hij allemaal dingen gepubliceerd werd, maar dat gewoon vanuit de branche druk kwam. En zij had gewoon wilde met de branche afspraken maken over zelfregulering. En had zoiets van, nou, dit is dan goed, u moet met mevrouw Dekker zelf vragen. Maar is het een verstoring in het proces? Ik kan niet zo dat mevrouw Dekker iemand is die zegt van, ik mag al die gegevens wil ik niet openbaar. Ze zit voor mij nooit in mijn. Nee, we vragen het ook omdat mevrouw Bertram juist dat ook zei, dat ze dat inzichtelijk wilde maken. Ja. Maar dat klopt dan wel. Ja.
Nee, ik bedoel, dat is meer, dus niet, nee, mevrouw Dekker is niet de minister geweest die op bovenop de informatie ging zitten. Maar het was meer vanwege de verhoudingen, denk ik, met Edes. Dat die alsmaar klachten hadden. En dan was ook nog de andere druk dat WSW, heel veel mensen in de coöperatiesector en ook in de Kamer, die motie over minder toezicht, had zoiets van, kan het Centraal Fonds niet stoppen en kunnen we niet WSW laten doen? Dus er was een hele beweging om het WSW een beetje, of het Centraal Fonds koud te zetten en het WSW belangrijker te maken in het financieel toezicht. Ja. Oké. We gaan naar minister Vogelaar, de krachtwijkenaanpak en de nevenactiviteiten. Want tijdens de krachtwijkenaanpak werden de corporaties toegestaan om een breder takenpakket uit te voeren. Dat was eigenlijk sinds 2007 en voor die tijd mocht het heel vaak niet. Maar sinds minister Vogelaar er was wel. En de vraag is of u dat wist als Kamerlid. Dat er meer mocht? Ja. Nou kijk, dat was ik niet het meest... Kijk, gezien de rol die ik als Partij van de Arbeid vertegenwoordigd speelde, wij wilden graag dat, we hadden in die tijd deden we zelfs voorstel om een prestatieveld uit te breiden, namelijk voor dak- en thuislozen. Ja. En met mensen die, zeg maar, die niet gewoon in een rijtjeshuis woonden. Dus wij waren dan niet de eerste die meteen vonden dat het begrip leefbaarheid nou ineens ingeperkt moet worden. Want we moeten ook oppassen dat we niet door elkaar gaan halen, dat we dadelijk het begrip leefbaarheid als probleem gaan zien. Het probleem was dat het toezicht en de prestatie niet voor elkaar zitten. Dat er gewoon, want ook als je het leefbaarheid niet als prestatieindicator hebt, was er heel vaak, er zijn er heel veel dingen misgegaan. De dingen bij Reuters, die had niks met leefbaarheid te maken. Ja, maar ik vraag het met name omdat er een soort omslag van beleid is. En de vraag is of de minister de Kamer daarover informeert. Dus heeft u een brief gehad of is er tijdens een algemeen overleg of tijdens een debat gezegd van, beste Kamerleden, we gaan u wel meer toestaan dan in het verleden. Dus dat is eigenlijk meer informatiepunt. Dat weet ik niet, want ik was daar niet zo... ik zou daar niet dan over opgewonden zijn geraakt, omdat het aansloot bij onze inbreng, dat wij het bijvoorbeeld belangrijk vonden. Dat zie ik bijvoorbeeld in Eindhoven ook, een woningbouwcoöperatie heeft huurkorting gegeven om studenten makkelijker in een bepaalde buurt binnen te laten. Ja. Waardoor die onder in ruil, voordat die nieuwe huurders dan met huiswerkbegeleiding, dat soort dingen, een tijd in zouden zetten. Nou, dat vonden we allemaal mooie bewegingen. Ja. Dus... Al is het geïnformeerd, het zou dan met mij met gejuich ontvangen zijn, moet ik eerlijk zeggen. En dus ik weet niet of het... Hoe dat toen is gegaan, precies. Nee. Nee. Nou, Partij voor de Arbeid was natuurlijk groot voorstander van de leefbaarheidsclausules, die nevenactiviteiten ook wel. Dat zijn twee verschillende dingen. Precies, dat moeten we even aan elkaar halen, want nevenactiviteiten, waar commerciële nevenactiviteiten, was ik tegenstelling tot mevrouw minister Dekker, wilden wij gewoon verbod op commerciële activiteiten. Ja. Want om aparte BV's te gaan beginnen, dat vanwege dat rapport. Nee, maar misschien moet ik preciezer zijn, die nevenactiviteiten, voor zover dat de leefbaarheid aanging, die waren wel, daar was u wel voor. Ja, maar dan wel aan de andere kant, dus je moet oppassen, het feit dat er dingen misgingen, dat had alles te maken, niet zozeer dat je leefbaarheid wel of niet mag, maar het feit dat de sturing en het toezicht niet goed voor elkaar. Precies, nou daar komen we misschien zo nog wel over te praten. Even nog over de, zeg maar, hoe de Kamer daarop reageerde in deze beleidswijziging. U weet niet hoe het tot de Kamer is gekomen, maar men zal niet hebben zitten slapen. Dus men zal toch wel hebben gezien dat er steeds meer mogelijk was. En er waren natuurlijk ook wel partijen die daar niet voor waren. Hoe kan je nou zeggen dat de Kamer toch dat beleid van minister Vogelaar heeft gelegitimeerd? Voor die verbreuking, ja. En op welke wijze dan? Is door, het bij niet, de... door niet dat daarvoor te zijn gaan liggen. Kijk, want de discussie was... want het ging heel erg over de wijkaanpak en het geld van het Rijk. En welke wat was heel erg de discussie, mag je van de corporaties verwachten dat zij een deel van het bedrag steken in om mee te betalen aan gemeentes? Zo was het. Op een gegeven moment was dus een 250, de corporatie zou 250 miljoen euro meebetalen aan investeringen in de krachtwijken. Nou, en daarmee is uiteindelijk de Kamer natuurlijk wist dat niet alleen maar was om rijtjeshuizen te bouwen en te renoveren. Dat was breder, ging ook over leefbaarheid en sociale activiteiten om de leefbaarheid in die buurt en de veiligheid in die buurt te vergroten. Dus de Kamer wist met het goedkeuren van die wijkaanpak en de financiering ervan, dat de woningbouwcorporaties iets meer, niet minder, maar meer gingen doen. Ja. En het is op zijn minst bij de begroting aan de orde geweest? Nou, en we hebben verschillende algemene overleggen gehad over de wijkaanpak en vooral toen over het gedoe of hoe het gefinancierd zou moeten worden. Ja, en toen werd wel duidelijk dat er meer geld in werd gestoken. Ja, want dat was ook de bedoeling. Dan mochten de gemeentes, woningbouwcorporaties en bewoners maakten voor die wijken plannen hoe de leefbaarheid verbeterd zou worden. Dan zou dan niet
wat vaker gebeurd was, want het was de zoveelste wijkaanpak die we hadden, dat dan bij de volgende regeringswisseling die bewoners weer in de steek gelaten zou worden. Want als je iets het cynisme van mensen in het land naar de politiek zou voeden, was het weer dat we dan het speeltje van de ene kabinet weer om zeep zou geholpen worden door de andere. Dus we wilden voor 10 jaar lang, zouden er plannen gemaakt worden waar gemeenten, bewoners en woningbouwcorporaties zouden zeggen, wij gaan investeren in die buurt en waar het echt beter gaat. Nou, we hebben ook in Eindhoven zo'n buurt, Woenselwest. En nou, dat is ook echt, dat heeft, nadat de wijkaanpak afgelopen is, hebben we dat lokaal voortgezet. En je ziet grote verschillen. 6 jaar geleden was dat nog de slechtste basisschool. Niemand wilde erheen. En nu is het de beste basisschool van Brabant daar. Ja. Ik bedoel, de koopwoningen gaan daar nu weer als zoete broodjes over de toonbank. Dus er is gewoon toen afgesproken, we willen massief inzetten op leefbaarheid in die buurt. Wat dus, en niet alleen maar sloopnieuwbouw, maar juist massief inzetten op leefbaarheid. Waardoor met die mensen in die buurt beter gaat. En dat betekent, of je nou links, als mensen zeggen, dan wisten we niet dat er dan meer ging gebeuren. We kregen al die plannen naar de Kamer gestuurd. Ja. Nee, het was wel duidelijk. Het was zo zichtbaar als maar zijn. Ja. Ja. Goed. Na minister Vogelaar kwam minister Van der Laan. En die werkte zelfs door in het zomerreces. Ja. Want toen stuurde hij een brief naar de Kamer in 2009. Dat er een overzicht was met een aantal nevenactiviteiten die in het verleden waren toegestaan of afgekeurd. Kunt u zich dat nog herinneren? Nee, maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Want als ik het lijstje... We hebben ook regelmatig kamervragen gesteld. Ja. Dat wij vonden dat het wel een beetje te wild werd. Zoiets als een Cambuurstadion, een jachthaven, al dat soort dingen. Ja, museum, hotel, ziekenhuizen, ja. Dat soort zaken. Ja, goed. Ja. Is dan dat soort dingen. We hebben in ieder geval Cambuur was het. Glasvezel heb ik ook wat gedaan. Dat zijn allerlei kritische dingen geweest. Het feit dat wij vonden dat leefbaarheid moest. Dat wil niet zeggen dat er in één keer. Dat een vrijbrief was voor bavianen en andere dingen die ik in het lijstje zag voorbij komen. Maar eigenlijk wist u al wel dat dat soort dingen speelden en is aan de minister gevraagd, geef nou eens een overzicht van wat er aan de orde is. Of werd dat pas bekend toen die brief kwam? Ik weet niet. Ik denk dat minister Van der Laan in zijn werkbezoek een paar dingen tegengekomen is. Maar dan moet u denken aan hemzelf vragen wat hij van dacht van, dit kan toch niet de bedoeling zijn? En als mijn partij en ik zelf voorstander is van leefbaarheid om daar wat werk van te maken, dan is er één ding wat je zelf dan erg kwetsbaar maakt als het onder het potlood leefbaarheid in één keer allerlei toeters en bellen waarvan iedereen denkt van slaat dat op gebeurt. Dus je moet dan, als je er vindt dat woningbouwcorporaties meer moeten doen als alleen maar woningen bouwen, maar ook iets moeten doen aan het ongestoord woongenot en de kracht van een buurt, dan moet je als partij en als minister des te strenger zijn op rariteit. Was u nou op de hoogte van het soort nevenactiviteiten wat gemeld werd bij het ministerie? Kregen jullie daar wel terugkoppeling over? Of? Nee, de terugkoppeling die wij kregen, en dat was omdat wij zelf als Kamerleden was je veel veel in het land. Je zag al die plannen. Ja. Je was veel betrokken bij van, had ik de buurt Ondiep en Overvecht in Utrecht geadopteerd. Dus ik kwam heel vaak bij bewonersavonden, kwam hier gewoon kijken hoe dat nou ging. Dat was ook een mooi voorbeeld dat op een gegeven moment was er extra geld voor bewonersinitiatieven. En toen kwam er een ambtenaar van de gemeente zeggen, u heeft wat extra geld als bewoners gekregen. Wij hebben hier nog wat leuke dingen die we gaan doen. Want die bewoners in opstand kwamen en zeiden, ho, dat is ons geld. En daar gaan we echt er iets voorzichtiger mee om. Dus dat was ook juist, wat bewoners erbij betrokken werden, werd er juist veel minder toeters en bellen. Want die waren veel zuiniger dan wij, zeg maar. En dus daar kwam je wel heel veel plannen kregen te zien wat er allemaal gebeurde. Maar daar is mij nooit, die waslijst die u heeft. Gaat mij meer om of u vanuit het ministerie terugkoppeling kreeg over het soort nevenactiviteiten? Nee, het enige wat wij kregen was de lijst. Nee, uw info kregen we dus van werkbezoeken. Via ja, en de 40, en de 40 wijken kregen we al die plannen, die hebben we allemaal naar de Kamer gehad. Okay. Dus we hadden wat daarin stond, dat wisten we. Ja. Nou, was het in Nederland zo geregeld dat je nevenactiviteiten moest melden bij het ministerie? Maar het gebeurde ook met grote regelmaat dat woningcorporaties nevenactiviteiten ontplooiden en ontwikkelden. Terwijl ze dat niet melden aan het ministerie. Wist u dat? Dat heb ik ook zitten afvragen toen ik het allemaal hoorde. Ja, nee. Kijk, want je wist dat officieel moest het gemeld worden, maar sommige mensen houden zich niet aan de regels. En soms zijn dat is ook in de woningbouwcorporatiesector is dat niet anders dan in andere sectoren. Dus dat daar zou voor kunnen komen dat niet iedereen alles opgaf, of dat er ook interpretatieverschillen waren en dat sommige mensen het bewust niet deden. Maar dat is een speculatief antwoord. Ik weet het niet. Nee. U wist het niet. Nee. We hebben de parlementaire geschiedenis bekeken en die brief van Van der Laan is vrij uniek, want het is nog niet eerder voorgekomen dat zo'n dergelijke brief naar de Kamer is gestuurd. Maar we hebben ook gezien dat er eigenlijk geen follow-up is gekomen. Nee, maar kijk, het vertrouwen in minister Van der Laan was bij ons erg groot. Want hij pakte bij al die integriteitskwesties, pakte hij het voor ons door. Ja. En hier pakte hij ook voor ons door. Dus hij had zoiets van, ja,
top, ga door. Dus dat was ook min of meer een switch. Er was voor ons geen reden om te zeggen van, daar moet eens een debatje over komen, want daar moet aan de bel getrokken worden, dat moet anders. Dit was gewoon, ga met die banaan. Ja, die brief was duidelijk en, ja. En zijn optreden was... Vonden wij goed. Ja. Oké. Okay. En dat was voor mij breder in de Kamer. Dat was niet alleen met mijn partijpolitieke bril ingekleurd. Iedereen was wel onder de indruk en tevreden met het doortastende aanpak van de Laan, waar die ene kant bij die helder tegen de sector zei, tot hier en niet verder, hier ga ik over en daar gaan jullie over en dat moet maar, en we moeten door. Het was ook een tijd dat verschillende corporaties grote projecten deden. Ja. Nou, die zijn inmiddels allemaal langsgekomen en ze zijn ook niet allemaal goed afgelopen. Had u veel contacten met bestuurders van woningcorporaties? Ja, en met alle, ja, niet met allemaal, ja, daar hoort mee werken. Je ging vaak bij mensen langs. Ja. Dus ook bij woningbouwcoöperaties. Ik had dus een elektronisch netwerk. Als ik debatten had, dan stuurde ik altijd eerst mijn inbreng rond. En dan kreeg ik allemaal commentaar. En dan kon ik daar kijken wat ik daarvan deed. Ja. En zo ging ik, ja, dus zowel bij Erik Staal als bij Martin Kromwijk. Die kende ik, ja. Wel langs geweest. Ja. Ja. En hoe lagen die mannen in die periode, in 2008 zo, bij de Kamerleden? Nou, dat is verschillend. Kijk, 2008... Kijk, Martin Kromwijk lag heel erg goed... Maar dat was na 2008 niet meer, want toen hadden we de woonboot. Of de SS Rotterdam al gehad. Ja. Maar die lag goed bij ons, omdat die, dat hij een bepaalde opvatting had over het presteren van, een buurt te beter maken. En dat hij dus voor bijzondere doelgroepen had, zo'n hotel voor dak- en thuisloze jongeren die van straat waren, om daar een soort jeugdbegeleid wonenprojecten van te maken. Hij deed allemaal dat soort dingen waarvan iedereen dacht van ja, daar heeft nou de samenleving behoefte aan. En alleen wat natuurlijk wel, en dat heb je bij meer mensen gezien, er is een verschil tussen goede verhalenvertellers en goede presteerders. En in de publieke sector kijk je niet alleen naar of er winst of verlies gemaakt is, want het gaat ook over maatschappelijke winst en verlies. Ja. En dan kan het zo zijn dat mensen die dat heel goed kunnen verwoorden, dat niet altijd betekent dat ze ook in materieel dat ook gerealiseerd hebben. En Woonbron heeft wel degelijk een hele hoop dingen goed gedaan. Dat kon je gewoon zien, daar zijn we geweest. Ja. Maar ik heb ook later een proefschrift van iemand gelezen die juist Woonbron tegen het licht hield. En juist tot die conclusie was, je hebt verhalenvertellers en prestaties. En je moet altijd, daarom is die visitatie zo belangrijk. Want dan weet je ook of die verhalen ook een materiële basis hebben. Ja. En in die zin was dat bij Woonbron, bleek, zeker bij de woonboot was het natuurlijk evident achteraf. Maar ook dat het op meer plekken de prestaties minder mooi waren dan wij dachten. En, ja. en bij Erik Staal was het meer, die lag slecht in die sector altijd al, omdat hij een buitenbeentje was. Die was kritisch op Edes, die was kritisch op iedereen. En ik vond, ik ben mijn eerste werkbezoeken ben ik bij Paperclip in Den Haag, is dat er? Of Rotterdam. Rotterdam, ja. Ik had dat door elkaar. En dat was gewoon een no-go area. Dan had die coöperatie in anderhalf jaar had die dat voor elkaar gekregen, dat er weer mensen wilden wonen. Nou, dat is toch wel de essentie van wat alleen... Ik had dat gesprekken met hem. Ik zei altijd, je verdient te veel en je bent te groot. En toen zei hij, ik heb dat allemaal perfect geregeld, allemaal zelfstandige units. Ik zeg, ja, nou, stel nu dat jij onder de tram komt, dan is er niemand zo geniaal als jij die dat over kan nemen. Dus je maakt jezelf veel te kwetsbaar. Nou, dat was een beetje cynisch bedoeld, maar dat bleek later dat hij zelf ook toch die genialiteit niet had en dat hij zelf de bron mee onderuit heeft getrokken. Maar dat waren dus aan de ene kant interessante personen, omdat ze op plekken echt iets voor elkaar kregen en ze waren dwars. En dan is het als Kamerlid interessant om daarmee informatie te halen. Maar tegelijkertijd, op een gegeven moment, bij Staal ging ik al één keer per jaar een kopje koffie drinken om eens bij te praten. Maar op een gegeven moment begon hij over een hypotheekbank. En toen dacht ik van, dit wordt een beetje te ingewikkeld voor me. Want ja, dat heeft niks meer met woningbouwcoöperaties te maken. Of hij had op een gegeven moment iets over dat hij ook onderwijs wilde gaan geven. Want die kinderen hadden beter onderwijs nodig. Dus zei ik van, nou... En of de jeugdzorg, ik zeg, jij kan goed maatschappelijk vast goed maken, maar onderwijs en de jeugdzorg is toch echt, ondanks het er heel veel misgaat, is het niet meteen zeker dat jij dat beter gaat doen. Nee. Dus dat soort gesprekken hadden we wel, ja. Als je minder met de Roger Deels en de PSW, zeg maar, waar de fraudegevallen had ik, bleek ik geen minder goede relatie mee te hebben. Die zaten niet bij mij in mijn mailbestand. Als je nou kijkt naar de verschillende opvattingen van diverse fracties, hè, we hadden net de heer Hofstra hier, die zei van ja, eigenlijk vond ik sociale woningbouw en verder niet. Nou, Partij van de Arbeid gaat daarin verder. Leefbaarheid hoort daar ook bij. Dan zie je natuurlijk dat heel veel van die corporaties echt prestigieuze projecten deden, zoals met de Woonbron, maar ook de campus in Maastricht. Rentree met het aanleggen van die verkeerstunnel.
En, Den Helder koopwoningen in een markt die niet was. Grond aankopen, dat soort zaken bij WSG. Wat vindt u dan van de ambities van die corporaties? En voor mij heeft het alles te maken met dat ze op een gegeven moment boven zich... Kijk, er zitten verschillen. Maar uiteindelijk, de essentie is denk ik dat gebrek aan tegenmacht en op een gegeven moment te lang op dezelfde plek blijven zitten en op een gegeven moment denken dat je alles kan. Maar je hebt natuurlijk geweldige financiering. Iedereen praat met je mee, want die wil jouw portemonnee gebruiken voor zijn idealen. En dan denk ik van ja, dat is gewoon uit de hand gelopen. En dat heeft langs twee lijnen. Langs de ene lijn dat op lokaal niveau, als het gaat over de prestatie, over afspraken, die driehoek niet op orde was. Het was de coöperatie, niemand kon de coöperatie wat maken en iedereen was afhankelijk van hun portemonnee. Dus die balans was niet goed. Er was geen visitatie en er was geen minister die op een gegeven moment zei van als op lokaal niveau gemene zaken werd gedaan met de portemonnee van dingen die niet deugden, moet het Rijk er zijn. Dat was niet goed geregeld. En het hele, zeg maar, dus de prestatieovereenkomsten was niet goed geregeld, die was vrij blijvend. En tegelijkertijd was het toezicht, wat in 2005 al geconcludeerd hadden, was niet in staat om dit te corrigeren als het gebeurde. En ik vind dus niet zozeer het punt van de taak wel of niet erbij dat de oorzaak van het probleem is. Maar de oorzaak van het probleem is dat we rondom prestaties en de tegenmacht niet goed georganiseerd hebben en het toezicht niet goed georganiseerd is. En kijk het naar uw eigen rol, had de Kamer daar dan niet meer in moeten doen? Ja, maar dat is precies de essentie waar we het eerder over hebben gehad. Ja. Daar waren we in 2003, toen ik begon, binnenkwam, zijn we mee begonnen. 2004, de start van het onderzoek. 2005, daar kamerdebatten over. En langzaam oplopen, 2007 een motie van de Kamer breed. Dat hoe het nu toezicht eruit moest zien en hoe het nu stelsel eruit moest zien met een deadline. Dat was de ene lijn die we in gang gezet hebben. En de andere lijn die we in gang hebben gezet is rondom schaalvergroting, salarissen, dingenkosten, bedrijfskosten, dus de efficiëntie. Integriteit. Dat zijn allemaal dingen die we op de agenda hebben gezet, die allemaal in diezelfde lijn zaten. Namelijk van het toezicht moet beter, maar ook het gedrag en het normenpatroon moet beter. Want je moet bedenken, die corporaties waren ooit verenigingen. Na de oorlog is het heel erg verstaatelijk, dat was noodzakelijk vanwege de wederopbouw. In de jaren 80 is de brutering geweest, is de marktideologie daar losgelaten. In de jaren 90 werden het managers en die vonden zichzelf ondernemers. En begin deze eeuw is daar een verkentering gekomen. Een deel van de corporaties die vond de directeur van wij zijn maatschappelijke ondernemingen. Bij Shell, werk ik citaat, Shell gaat bemoeid de politiek zich ook niet tegenaan, dus ook niet tegen ons. En aan de andere kant de club mensen die zeiden van ja, ho, dat was de bedoeling, dat is een beetje uit de hand gelopen, wij moeten weer dienstbaar zijn. En die hele beweging hebben we proberen in gang te zetten. En dat is nou, waar ik ook al mee begon. We hadden hier niet gezeten als wij als Kamer, en dus ik ook als individueel Kamerlid, effectiever had geopereerd. Maar als ik terugkijk, denk ik van ik heb wel. Het resultaat telt, dus onvoldoende. Maar ik heb niet. Vlijt was goed, want ik heb heel veel dingen in gang gezet. Goed. We switchen wat. We gaan even terug naar minister Vogelaar. Die heeft op een gegeven moment de stuurgroep Meijerink ingesteld. Ja. En dat was een stuurgroep die werd gevormd door mensen van Edes en van het ministerie van WWI, Wonen. En die moest haar adviseren over het toezicht en een sturingsarrangement. Waarom werd eigenlijk in vredesnaam die stuurgroep ingesteld, terwijl er al heel veel rapporten en adviezen lagen? Geen flauw idee. Het enige wat ik wist dat de Edes had iets bedacht van de... wat heette het nou ook alweer? Het grote gebaar? Nee, het heet anders. Grote beweging. De grote beweging was eerst. Dat was ruilen van meer huurvrijheid in ruilen voor bijdragen. Nee, dit was toen een maatschappelijk bod of zoiets. Aanbod aan de samenleving. Want Winsemius heeft toen met de jaarvergadering van Edes daar nogal de mensen de mantel uitgeveegd. Van jongens, op deze manier wordt het niet wat. Dus jullie moeten nu als samenleving, als corporaties, snel in actie komen. Want anders gaat de politiek met jullie aan de haal. Toen is daar het aanbod aan de samenleving uit voortgekomen. Of het antwoord op de samenleving, ja. En in dat kader is er toen voor mij door Vogelaar verder... met het antwoord in de hand. En tegelijkertijd had zij een ander probleempje. Zij moest nog geld bij hun vandaan krijgen voor de aanpak van de wijkaanpak. Ja. Dus die twee dingen moesten met elkaar. En ik neem aan dat daaruit voortgevloeid is dat daar een soort iets van... laten we nou eens naar het stelsel kijken. Ja. Maar dat was, gegeven het feit van onze moties. En zo had het ons betreft niet gehoeven. Zeker niet toen meneer Meijerink ook weer de zelfreguleringsriedel van stal haalde en de maatschappelijke onderneming. Ja, want je ziet ook vaak dat dit tot consequentie heeft dat wetgeving dan weer vertraagt. Ik kan me voorstellen dat u daar niet op zat te wachten. Nee.
Nee, en, want langzaam begon het momentum ook steeds beter te worden. Want dat, ik weet nog, dat een keer op een dinsdagmiddag na een vragenuurtje had ik met Bas-Jan van Bok over het gesprek. En die gaf toen aan dat ook in zijn fractie, die nu beweging was, van dat zelfregulering niet alles meer was. Want ja, het blinde vertrouwen in, de in bestuurders bij het CDA en bij ons het blinde vertrouwen in de overheid, dat was bij hun nu ook weg. Ja. Want er waren nu zoveel schandalen en de Kamerleden werden zo vaak in het land aangesproken dat er niet meer komt, dat zij ook wel een stap verder wilden. Dus het was, zeg maar, de tijd was rijp en het klimaat was daar om te doen en niet nog meer onderzoeken. Nee. U zegt nu tegen ons van wat mij betreft was het niet nodig geweest. Heeft u het ook tegen minister Vogelaar gezegd? Of was het een fait accompli? Dat zei die club. Nou kijk, ik denk dat het is ons niet gevraagd of wij dat een goed idee vonden. Het was nee. Gewoon een gegeven. En dat zou ik gezegd hebben dat je moet vooral doen, maar ik vind het niet nodig. Nee, maar u staat ook bekend als een proactief Kamerlid. Zou kunnen maar dan voorstellen soms, dat u het wel noemt een keer. Ja, maar niet alles wat ik gezegd heb, weet ik nog precies. Dus en als ik nu zeg van ja, heb ik mevrouw Dekker, mevrouw Vogelaar zeker gezegd en ze is ondanks mijn dringend advies ermee doorgegaan, dan moet ik dat wel zeker weten. Want dan gaat u volgende week aan mevrouw Vogelaar vragen en die zegt nou, die de plaat heeft nooit wat erover gezegd. En ik weet niet zeker of ik het gedaan heb. Dus ik kan, ja. Nee. Dus en het hangt er vanaf hoe doortastend ik het gezegd heb. Van nou ja, of ik gezegd heb, ik zie het niet nodig. Maar ja, jij moet proberen de draagvlak te krijgen. Dus het is aan jou. Ja. Want ze had natuurlijk ook dat akkefietje met die wijkaanpak, had ze natuurlijk ook. Ze moest ook wel zorgen dat ze... Presteerde. Ja, en dat die woningbouwcoöperaties... Ze hadden natuurlijk niet zo helemaal... Zij moest het geld van die woningbouwcoöperaties krijgen om dat zij bij gingen dragen aan die wijkaanpak. Ja. Dus zij moest ook wel... Ja, dat is ook het leven van de politicus. Je moet wel een beetje proberen de beweging erin te krijgen. Goed. Door naar de aanbevelingen van de stuurgroep Meijerink. U heeft het zelf al even genoemd. Die kwam, was geen verrassing... met het idee om een onafhankelijk toezichtsorgaan in te stellen. En die leden die in dat orgaan zouden moeten komen, die zouden worden voorgedragen door de sector. Wat vond u van dat voorstel? Nou, er zijn wel hele discussies over gehad, omdat het vaker voorkomt dat je dan in het toezicht, dat je bij arbitrage dingen, de ene, dat het Rijk en de sector, dat die dan samen een onafhankelijke voorzitter benoemt. Dus we hebben er wel een tijdje bij stilgestaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik het een mooi plan vond. Want ik vond dat het toezicht wilde ik juist meer. We hadden ook als Partij van Arbeid in de partij hadden we een boekje geschreven over de volksvesting en over het stelsel hoe dat eruit moest zien. En wij pleiten altijd voor een onafhankelijke woonautoriteit waar het financieel en het volksvesting toezicht bij elkaar zouden zitten. Dus dat past niet in een onafhankelijke woonautoriteit die moet kunnen doorbijten. Dat past niet in dat je daar een bestuur boven zet van de verschillende sectoren, van de sectoren. Ja, ik zou bijna zeggen, je bent weer terug bij af, want het gaat gewoon weer de kant op van de zelfregulering. Ja, maar goed, wij hadden een heldere motie liggen waar wij vonden dat er moest gebeuren. Het is niet voor niks dat van het rapport... Kijk, want ik weet niet wanneer het precies is. In november 2007 hebben we die motie kamerbreed, behalve de VVD, hebben we die toen aangenomen gekregen over met 5 punten hoe het nieuwe BBSH eruit moest zien. Nou, die kan ik er even bij beginnen. Of integriteit, daar pak ik er even bij. Hier, de prestatieafspraken op basis van een woonvisie. Visitatie onafhankelijk en gezaghebbend. Dat was ook altijd een punt, want Edes wilde dat zelf doen en wij wilden een onafhankelijke. En verplicht en niet vrijwillig. De Raad van Toezicht moest door de minister aangesproken kunnen worden en eentje van huis gestuurd. Integriteit en efficiëntie moesten in het toezicht bijhoren. Proportioneel toezicht, en dat bedoelde mee coöperaties die het goed doen, die moet je op een gegeven moment minder toezicht op houden. Coöperaties waar vraagtekens bij zijn. Coöperaties die veel risico's nemen, meer toezicht dan coöperaties die alleen maar verhuren. En invulling geven aan instrumenten die invulling geven aan het principe macht vraagt tegenmacht. Dat waren de punten en we wilden voor 1 oktober of 1 maart 2008 het hebben. En dus, want wanneer was het rapport Meijerink? Dus het geeft een beetje aan dat wij niet echt onder de indruk waren van het rapport Meijerink. Dat wij gewoon gezegd hebben van langs deze lijnen moet het gewoon verder. Ja. Want het rapport, dit was van november 2007, ik weet niet wanneer was het rapport Meijerink. Nou, zullen we even nakijken. We zoeken het even op. We komen er zo even. Nee, maar dat bepaalt dan een beetje een beeld. Want als je dan de rapport Meijerink voor deze motie is, dan weet je meteen hoe de Kamer impliciet over het rapport Meijerink geoordeeld heeft. 2008 hoor ik. Maar 2008. Even kijken, wanneer is minister Vogelaar is natuurlijk pas in november 2008. Ja. Dus dat is nadat. Ja. Ja? Ja, nee, dat is dus dat is dus echt nog een serieuze rol heeft dat gespeeld, ondanks onze motie. Ja. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Ja, de consequentie is dan ook, eigenlijk als je kijkt naar die aanbevelingen van Meijerink, dat het,
dat de minister eigenlijk niet meer direct die corporaties kan aanspreken. En de vraag is hoe zich dat dan verhoudt tot de ministeriële verantwoordelijkheid en wat de Kamer dan nog kan doen. Ja, maar het rapport Meijering was ook helemaal geen goed idee. Dat was natuurlijk alleen maar een rapport met een aanbeveling. Dat is nog nooit in voorstellen bij ons toegekomen. Ik had dat rapport had nooit... Als dat de basis van de wetgeving was geweest, dan waren we slag minder ver dan mevrouw Dekker in 2005. Dat had nooit... stond haaks op die motie die we met z'n allen hebben ingediend. Oké, dus uiteindelijk is het in de la verdwenen. Ja, tenminste, dat... Dat zou de conclusie kunnen zijn. Dat zou de conclusie zijn, want als hij namelijk op tafel was gebleven, dan hadden we een politiek probleem gehad. Als dat het vertrekpunt was gebleven van de wetgeving die we naar de Kamer hadden gehad. Oké, helder. Ja. Dank meneer Oskam. Het woord is nog even aan de heer Mulder. Ik wil nog graag met u terug naar uw relaties met de heren Staal en Kromwijk. We hebben een mail gezien van de heer Kromwijk met de aanhef beste Staf, beste Ella, beste Wouter. Hoe close waren die contacten met de heer Kromwijk? Nou ja, zoals met vele andere woningbouwcoöperatiedirecteuren. Er was niemand die actief was in die sector. Dus daar ging ik regelmatig op werkbezoek en hij kwam op koffie. Dus die zat ook als hij dit soort... onze aanhef van onze mailtjes, die begonnen met het beste. Dat betekent dat u een goede relatie heeft met... Ja. Heeft u een van deze heren wel eens betrokken bij voorbereiding van debatten? Ja, ik had een elektronisch netwerkje. Dat was, tegenwoordig is dat ouderwets, maar toen was het modern. Had ik gewoon een lijst van iedereen die ik in het land tegenkwam, of die ooit een mailtje naar mij stuurde en iets vond van de vervolgingsvesting. Die kwam op die lijst en als ik dan een debat had, dan stuur ik mijn, of een paar vragen stuur ik van, jongens, dit is aan de orde, dit wil ik aan de orde stellen. Kom eens met praktische voorbeelden of geef vooral aan als je het er niet wel mee eens bent. En op die manier kreeg ik dan dus... separaat alle discussies met verschillende mensen. En op basis daarvan bereid ik mijn inbreng voor. Was het effect daar niet van dat de heer Kromwijk en ook anderen... Ja, die werden gezien, ze zegt tegen een raad van commissarissen... ja, maar ik mail met Kamerleden, ik ben er op bezoek, ik mag meedenken met ze. En dat een raad van commissarissen denkt, ja, wat moet ik nu nog zeggen? Ja, u zet ze op een voetstuk als ze met u mee mogen denken als Kamerlid. Ja, maar ik denk maar dat met Twitter doen we dat nog steeds toegankelijker. Als iemand tegen u zegt van ik heb met hem getwitterd, dus tegen de Raad van Commissaris, nou moet u uw mond houden, dan denkt ook iedereen van ga eens anders doen. Maar u geeft ze een ontzettend, daarmee misschien onbewust, maar toch een podium, want ze... Ja, maar dat is toch mijn werk om te zorgen dat... Nee, uw werk is toch om onafhankelijk een oordeel te vormen en zich niet door te laten hangen naar de sector? Nee, maar dat wil niet zeggen dat je niet informatie moet hebben. Ik had ook meneer Van der Schaar, al die mensen zaten ook in mijn mailbestand. Dus het waren genoeg, meneer Thompson, allerlei andere, de Woonbond. Dus ik had allerlei mensen die nogal kritisch waren op wat er gebeurde. Dus... ze waren kritisch op wat er gebeurde, maar misschien had u wel kritisch moeten zijn op hun. Maar voor mij heb ik dat ook regelmatig gedaan. Alleen, ik vind het moeilijk om te zeggen... Ja, is dat zo? Over de boot bijvoorbeeld, De woonboot staat op 175 miljoen in de min. Ja. En u geeft een interview aan Binnenlands Bestuur. En dat gaat over een discussie over ook wat moet gebeuren op het Damrak voor 100 miljoen. Hè? Dus u wordt daarover ondervraagd. Kamerlid Staf de Pla van de Partij van de Arbeid ziet een verschil tussen de SS Rotterdam en het Damrak. Hè? De ticker staat op 175 miljoen. En dan zegt u nog steeds... Bij die boot kun je nog een verhaal vertellen. Dat is goed voor de wijk Katendrecht. Bij het Damrak wordt het dan lastiger. Dus die gaat heel lang door, steunt hij die boot. Ja, kijk. Dat klopt. Ja. Maar dat wil niet zeggen en dat... En laat de mensen meedenken met uw inbreng. Dus ja, misschien bent u wel te weinig kritisch op degene of u heel kritisch moet zijn. Nee, kijk, je moet namelijk... ik had mijn werk, in dit geval... mijn werk had ik ook nooit kunnen doen. En ik had niet al die... ik had nooit zover gekomen dat wij dat meldpunt integriteit hadden gehad. Als ik niet met allerlei mensen informatie had gekregen hoe het in de sector werkelijk aan toe ging. Dus als ik mijn werk had willen doen door te zeggen van ik moet met al deze mensen moeten controleren, dus ik moet geen contact met ze hebben. Dan was ik de zoveelste Kamerlid geweest die niet wist wat er aan de hand was. En dan was ik helemaal geen serieuze tegenpartij geweest. Wil ik invloed kunnen hebben in het debat in de sector, dan moet ik weten hoe het gaat. Dat slaat onverlet, dat is geen goed pratertje voor dit. Ik heb lang tijd de SS Rotterdam verdedigd. Omdat ik vond dat, het is wel zelfs de gemeente Rotterdam, dat het voor de buurt een heel mooi project zou zijn. Ja. Ik ben ook uiteindelijk... Mag ik u onderbreken? Met die redenering kan de brandweer zeggen, ik moet contact houden met pyromanen, ik moet weten wat er leeft. Ja, nou, sterker nog, de politie doet het ook in zijn recherchewerk. En het is toch een beetje moeilijk om te bedenken vooraf met welke mensen je in de samenleving contact hebt, dat je daarvan achteraf blijkt een pyromaan te zijn. Dat bedoel...
Ik moet toch mijn werk kunnen doen. Dus ik moet toch mensen, ik moet medewerkers van woningbouwcoöperaties kunnen spreken. Ik moet coöperatiedirecteur, ik moet Jan van der Molen. Ik moet al die mensen toch, moet ik toch voeling mee hebben om te weten wat er aan de hand is. En dan loop je naar het risico. Ik heb ook met Erik Staal regelmatig koffie gedronken. Ja, is dat dan, had ik dat dan niet moeten doen? Ben je dan nog onafhankelijk genoeg? Ja, maar ik kan heel erg onafhankelijk zijn, maar als ik niet weet hoe de wereld in elkaar zit, hebben mijn kiezers niks aan mijn onafhankelijkheid. Hoe kan ik in godsnaam de situatie van huurders en bewoners in wijken verbeteren als ik niet weet wat er in die buurt aan de hand is? Als ik zeg van ik moet onafhankelijk blijven, dus ik moet binnenblijven. Dat kan toch niet? De heer Jansen zei gisteren, ja, ik had eigenlijk woonbron. Was eigenlijk, ik had die PR-machine wel door van ze. Ik was er al een beetje wantrouwend over. Maar dat bent u dus niet als u ze mee laat kijken met uw inbreng. Natuurlijk, meneer Jansen die heeft daar vast een veel beter gevoel voor. Maar ik deins er niet voor terug van mensen waarmee ik het volstrekt oneens was, om gewoon met mijn stukken mee te laten kijken. Dat vond ik helemaal niet erg. Daar kreeg ik commentaar mee. En dan kon ik bedenken of ik daar iets mee deed of niet. Ik vind het iets anders dat je kan zeggen van het heeft te lang geduurd voordat je op een gegeven moment de afstand hebt genomen van die SS Rotterdam. Dat vind ik, dat is een terechte kritiek. Dat vind ik, maar dat, ik vind het, dat moet je niet verwarren. Dat is met het feit dat je geen contact met die mensen moet hebben. Op het moment dat ik contact met die mensen heb, dan mag je mij aanspreken op mijn oordeelsvermogen. En ik moet dan het risico inschatten dat ik daardoor meegesleept word. Maar de oplossing zijn om geen contact met die mensen te hebben. Als ik dat niet had gehad, waar heb ik al die stukken in de krant en mee dingen op tafel gekregen en mee het publiek debat beïnvloed? Omdat ik wist hoe het in elkaar zit. Voorbeelden, bijvoorbeeld bij Mitros in Utrecht, een gesprek met de directeur in een buurt, waar dan iemand vraagt over die douche die al 3 jaar kapot is en die directeur gaat mee en een jaar later is het nog niet voor elkaar. Dan weet ik, dan ben ik door die directeur meegenomen, maar dan weet ik wel dat die man zijn deuk in een pakje boter sloeg. En dat, dus ja, ik moet toch op die manier aan mijn informatie komen. Ja, je moet aan uw informatie komen. Een instrument daarvoor voor Kamerleden is schriftelijke vragen. Ja. Wat wist u voldoende van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw? Als wethouder financiën moet ik beoordelen. Als Kamerlid? Ja, nee, als wethouder financiën moet ik achteraf oordelen dat ik te weinig wist van het WSW. Dat merkt u nu? Ja, want ik... Dat is wel laat. Ja. Nee, maar als wethouder financiën zag je in één keer dat je hoe wij aan de lat stonden en hoe wij eigenlijk als lokale politiek te weinig gebruik maken van het feit. Want je kan het feit dat wij borg staan voor al die leningen, kan je als gemeente gebruiken om invloed te hebben. Dus eigenlijk zegt u, ik weet nu als wethouder pas wat het WSW precies inhoudt. Nee, ik weet al wat het WSW inhoudt, maar we hebben het te veel. We hadden zoiets van, dat is een instrument van de sector. En het was ook een beetje van, de sector zei heel vaak, laat het nou maar aan de WSW over, ja. Dan hebben we het Centraal Fonds niet nodig. Dus wij waren veel meer gericht op het Centraal Fonds als onze toezichthouder dan dat wij... Heeft u de vorige gezien vorige week over het WSW? Ja. En wat dacht u toen? Ik werd er een beetje droef van. Ja, maar wist u wat er gebeurde bij het WSW? We hebben het uitvoerig gehad in die verhoor over het faciliteringsvolume. Ja, maar dat is even... Ik kom er nu op. Pardon, ik maak even een punt van orde. Meneer de fotograaf, de camera maakt toch vrij veel kabaal. Het stoort het proces. Dank u wel. Daar werd het zogeheten faciliteringsvolume uitgebreid. Wanneer is dat geweest? 1 juli 2007. Oh, dat is volledig in mijn tijd, ja. Volledig in uw tijd, ja. Daar gaan mijn vragen over. Even voor de helder. Wat werd daar gezegd? Mij. Door de uitbreiding van het faciliteringsvolume kon de toezichthouder niet meer kijken of die geborgde leningen werden aangewend voor waar het voor bestemd was. De WSW zei van wel, de heer Van der Molen zei van niet. Een belangrijke wijziging. En dan zie ik een Kamervraag van u, samen met de heer Van Bochhoven, over de borgstelling van 3 december 2008. En dan vraagt u, klopt het dat het de werkwijze van het verlenen van een borgstelling is gewijzigd? Dat is 1,5 jaar nadat het plaatsvindt. Vraagt u, is het gewijzigd? Ja. Ik zou zeggen, dat is gek. Als Kamerlid weet je dat toch direct. Gegeven die hele grote rol van het WSW. Ja, maar volgens mij werden wij niet... zijn we daar niet over geïnformeerd. En het feit dat wij die vraag stelden, zal te maken zijn geweest dat we bij een van onze contacten daar tegenaan liepen en dachten van, hoe zit dat eigenlijk? Maar hoe kan het dat de Kamer dat niet weet? Wat is uw rol daarin? Zo'n grote organisatie. We hebben er uitvoerig over gesproken vorige week. Ja, nee, dat snap ik. Of tenminste, dat weet ik dat u dat gedaan heeft. Nee, maar wij wisten niets. Kijk, wat het bijzondere was, want een tijdje later, ten eerste begint de WSW ook liquiditeit eisen gaan stellen. En dan weet ik goed dat sommige corporatiedirecteuren mij aanspraken. Mijn vraag is, hoe kan het dat u dat niet weet en pas 1,5 jaar later via een schriftelijke vraag dat te weten moet komen?
Ik weet niet of wij daarover geïnformeerd waren. Ik denk dat ik niet via stuk... Ik heb nee. En neem het feit dat wij het er iets... Wij kunnen op twee manieren iets te weten komen. Namelijk in gesprekken met het land. Dat je dan denkt, verrek, wat is dit? Is gek. En dan ga je een vraag stellen. En u vraag impliceert eerst, ja, dan weet ik niet. Zijn we ooit als Kamer geïnformeerd over die wijziging van die regeling? Ik weet het niet. Dus dat weet ik nu niet. En dus de reden dat wij een vraag hebben gesteld is niet omdat er een brief van de minister aan de Kamer is gegaan van zo zit het, maar dat we het ergens tegen zijn gekomen en dachten, hoe zit dat precies? U heeft vast in uw werk, huiswerk gezien, werden wij als Kamerleden geïnformeerd over regelwijzigingen bij het WZW? Ik vraag het aan u. En niet dat ik weet. Nee. Maar ik sluit niet uit dat we... Maar moet je als Kamerlid er dan niet op zitten? Als dat instituut zo belangrijk is? Dat is mijn vraag aan u. Ja, nee, met de kennis van nu denk je wel degelijk. Want met toen speelde die dingen als derivaat en zo hadden we allemaal niet die gekkigheid. Dus wij gingen ervan uit dat dat netjes geregeld was. Achtervangen van het Rijk en de gemeente en de coöperatie zelf. Nee, maar ja, nee, daar heb je gelijk in. U zegt, wij gingen vanuit dat duidelijk. Nee, maar ik bedoel, als je het hebt over het stelsel en de financiering en de risico's, is dat was niet onze focus. Onze focus lag meer op prestaties, integriteit, efficiëntie en effectiviteit. En wij hadden minder... Je moet ook bedenken dat in die tijd, van voor de kredietcrisis, dat iedereen dacht dat de financiële wereld dat een loterij met alleen maar nieten was. Maar dat is uiteindelijk blijkt dat niet het geval. Dus hebben we in die zin hadden we eerder daar scherper moeten zijn. Maar goed, we hebben er wel vragen over gesteld, maar niet... anderhalf jaar later. Oké, dank. Ja, maar goed. Ja. Nee, dat wisten we niet eerder. Meneer De Pla, we maken even een korte sanitaire stop, want daarna zijn nog wat andere vragen aan u. Dus ik schors de vergadering voor... 6 minuten.
Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Heb je die nog nodig? Dankjewel. Zo, we gaan meteen door. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan collega Mulder. Dank. Meneer De Pluij heeft verschillende malen in de Kamer aangedrongen om te komen tot wetgeving. En u vond het jammer dat u de afronding van de herzieningswet niet meer als Kamerlid heeft meegemaakt, hè? Ja. En we zijn nu in 2014 en er is nog steeds geen wijziging van de woningwet. Althans, niet één die door de Tweede Kamer is aanvaard. En een van de belangrijke vragen van onze commissie is waarom nou al die jaren geen wetgeving is gerealiseerd. Hoe kan dat? Kunt u daar iets over vertellen? Hoe zat dat in de Kamer? Gaf de Kamer wel voldoende aandacht aan het corporatiestelsel? Nou, we gaan wel even. Nou ja, ook hier weer verschil tussen inspanning en resultaat. Het resultaat, het feit dat we in 2014 er nog steeds niet hebben, zegt al dat het resultaat ruim onvoldoende was. Maar om dan te zeggen dat de Kamer er onvoldoende aandacht aan besteedt, vind ik dan weer lastig. Want we zijn natuurlijk niet voor niks. We hebben net de Riedel gehad. In 2003 zijn we begonnen. 2004 initiatief voor het onderzoek. 2005 was het onderzoek klaar. Hoorzittingen, brieven naar de minister van dit moet in het wetsvoorstel staan. Nou, en toen langzaam maar zeker hebben we toen allemaal zaken bij aangepakt die allemaal dezelfde kant op duwden. En toen november 2007, die motie van dan, dit moet het wetsvoorstel zijn, dan klaar. En hoe komt dan toch dat het wetsvoorstel toen niet voor 1 maart 2008 lag, terwijl de Kamer dat toch gevraagd had? Nou, als je die vraag stelt, voor mij speelden er verschillende elementen. De ene kant, wat de politiek in meerderheid wilde, dat moest zich langzaam uitkristalliseren. Er waren nogal verschillende stromingen van de liberale stroom die zoiets had van, nou ja, val kleiner maken en klaar. CDA die had de lijn van het maatschappelijk middenveld en het vertrouwen daarin. En vanuit de linkere partijen meer publiek en overheidsborging. Nou, al die tijd zijn we eerst met name die laatste twee stromingen hebben tijd gehad om bij elkaar te komen. Door dat gezamenlijk onderzoek van Rizzo. Ja. We zijn met de Kamercommissie in Engeland geweest om te kijken van het stelsel van dat soort dingen. Maar dus dat zou eigenlijk allemaal reden moeten geven. Maar wat dan de belemmerende factoren zijn geweest, is dat de sector de andere kant op wilde. Ja. Dat het kabinet met mevrouw Dekker als minister, naast het feit dat er dus twee zielen in dat kabinet zaten wat dit onderwerp betreft. Ik wil vooral naar de rol van de Kamer. Ik constateer al dat u zegt verdeeldheid tussen drie politieke stromingen. Ja, maar dat is uiteindelijk veel. Als u in uw rapport ook die andere dingen erin pakt, van wat dat er ook ministers eigenlijk zich lieten afleiden. Ja, dat klopt. Maar we hebben ook met z'n allen, daar was ik nou weer tevreden over. En daar heb ik nog steeds wel de smoor in dat daarom niet gelukt is. Dat we uiteindelijk, met het CDA en de Partij van Arbeid, de mensen, dat we niet alleen met de volkshuisvesting, maar ook op een gegeven moment een gezelschap hadden van onderwijs, volkshuisvesting en zorg. Hoe je vanuit dat gemeenschappelijke filosofie een beweging kon krijgen, dat namelijk, want het was niet alleen een woningbouwcoöperatie, ook in de zorg en het onderwijs hebben heel veel mensen iets van, die sector is hier nog van ons, dus, en hoe, we zijn als burger kan ik de overheid niet meer aanspreken voor die basale, primaire behoeften. Begrijpen we, maar we zoeken naar de rol van de Kamer. Ja, maar de Kamer heeft, ik kan niet mooier maken dan het is. We hebben dus tijd gestoken in die verschillen overbruggen. En volgens mij is dat uiteindelijk best goed gelukt. Mm-hmm. Als we met dezelfde meerderheden van toen dat hadden kunnen doen. En waarom het dan niet snel genoeg gaat. Ja, uiteindelijk is dan als een neemt u zelf misschien kwalijk dat u niet sneller hebt overbrugd? Ja, nee. Ik heb,
Ja, ik ga het met u maar in proberen te leggen. Drie dingen neem ik mezelf kwalijk. Het resultaat is niet geweest. Dat uiteindelijk een minister naar huis sturen om te zeggen dat ze de wet niet snel genoeg doet, dan gaat het meestal niet sneller van. Dus als bovendien stuur je dan je eigen minister niet snel naar huis. Dus dat was zowel voor het CDA in eerste instantie en later voor mij ook niet echt meteen de ultieme kaart die je moest spelen. En het heeft uiteindelijk vind ik de tijd die Bas-Jan van Bokhoven en ik nodig hadden om met elkaar eens te worden, vond ik, die ging best wel snel. Alleen als je met de periode van nu kijkt, wat onze overgebleven meningsverschillen die we toen nog hadden, die zijn vergeleken bij wat er nu allemaal gaande is, zijn die meningsverschillen dit. En als we het eerder hadden die bij aan de kant moeten schuiven, moeten zeggen, jongens, we gaan er zelf mee aan de slag. Dat zegt hij. Eigenlijk hadden CDA en Partij van de Arbeid hun meningsverschillen eerder aan de kant moeten schuiven. Ja. En wanneer kwam het moment dat het bij elkaar kwam? Was daar een reden voor? Ja, een reden waarom het bij elkaar kwam. Uiteindelijk heeft iemand een keer dan water bij de wijn gedaan. Kijk, ik moest mijn best doen in onze fractie om ervoor te zorgen dat dat er een breder geloof was alleen maar dan als de overheid het zou doen, het wethoudersocialisme. Dat er wel degelijk wij, Partij van Arbeid, ook een roet zat in het maatschappelijk middenveld. Alleen dat we dan wel de macht en de tegenmacht moesten organiseren. En de zeggenschap van gemeentes en huurders moesten vergroten en het toezicht naar de inhoud van de kant. En bij het CDA moesten ze de beweging maken dat als je het voor het maatschappelijk middenveld, als je daar vertrouwen in hebt, dat dat niet vanzelf betekent dat je gewoon bestuurders, blind vertrouwen in bestuurders moest hebben. En dat, die beweging is vooral gekomen, ook door al die schandalen, heeft dat wel aan die kant de beweging in gang gezet. En bij ons heeft in beweging gezet steeds meer toch de urgentie van wat er in die buurten moest gebeuren. En dat had sneller moeten. Ja. En dat neemt u zichzelf kwalijk? Ja, wat ik al vaker zeg, ik reken mezelf af op resultaat. En mijn taak als Kamerlid is niet te zeggen van ik had maar 15 of 25 of 40 zetels en geen 75. Nee, mijn rol is, want geen enkele partij heeft nooit in dit huis 75 zetels. Dus ik moet zorgen dat ik meerderheden krijg. En dat heb ik niet snel genoeg voor elkaar gekregen, anders hadden we hier niet gezeten. En wat was het moment dat het CDA begon te bewegen? Volgens mij was dat... Dat kan even Bokhoven, denk ik, beter vertellen. Nou, natuurlijk, de eerste stap is dat hij de ruimte kreeg met mij samen dat op te treden. Dat was natuurlijk in 2003 al. Ik denk dat... Maar dan moet hij... Er was een keer op een dinsdag... Door toch de opeenstapeling van incidenten en dat Kamerleden van het CDA in het land steeds meer aangesproken werden van doe er wat aan. En ik weet niet welk jaar dat is geweest, of dat bij de SS Rotterdam het keerpunt is geweest. Want in die tijd hebben we ook nog de PWS gehad, dus, fraude in Rotterdam. We hebben allerlei verschillende uiteenlopend aantal soorten van tussen fraude en mismanagement. En dat was het moment dat het CDA... Gekoppeld met de prestaties van de woningbouwproductie tegenvielen en die wijkaanpak. Dat was voor mij de laatste... duurtje binnen het CDA om te zeggen van nou, we moeten die heel erg vrijblijvendheid van de maatschappelijke... We hadden ook in die tijd het wetsvoorstel van meneer Hiersbalin. Tot die tijd was het vooral zelfregulering bij het CDA. Ja. Dat hebben ze losgelaten toen de incidenten kwamen. Ja, maar dat zou dan een doorbraak hebben betekend. Ja, maar er was wel een subtiel verschil tussen de zelfregulering van de sector en de zelfregulering van Bokhoven. De zelfregulering van de sector was vooral laat aan ons over. De zelfregulering van Bokhoven was ook dat dingen als publieke benchmarks, visitatie, onafhankelijke visitatie niet vrijblijvend. Dus dat was wel even wat meer dan laat Gods water over Gods akker vloeien. Het was ook wel degelijk tegenmacht mee organiseren. Alleen wij vonden dat dan weer... niet hard genoeg dat je op een gegeven moment... wij willen graag ooit de Raad van Toezicht naar huis mogen sturen. Als het gewoon uiteindelijk als ultieme remedie voor een minister. Ja. U zei ook iets dat u de heer Wissemius wilde aanspreken... in die korte periode dat hij minister was. Wat wilde u tegen hem zeggen? Dat hebben we ook gedaan. Van Bokhoven en ik zijn bij hem langs geweest. En gezegd van nou, als je nou... hij nodigde iedereen uit, volgens mij. Toen hebben we gezegd van... als je nou het huurbeleid... Ik zei dat huurbeleid voor mij hoeft niet zo nodig. Nou, dat snap ik ook wel dat het natuurlijk een beetje voor de bühne was. Want hij wilde dat was een opdracht. Maar die wijk, of tenminste, nee, maak het stelsel nou alsjeblieft snel af. Want de brief van Dekker ligt er en we zijn een heel eind. Dus maak het af. U heeft erop aangedrongen bij de toenmalige minister van Semis. En wat zei hij toen? Nou, dat heeft hij tot zich genomen. Het was toen in het begin. En ik begreep van bij het verhoor van mevrouw Bertram dat hij nadrukkelijk gezegd dat hij dat aan de volgende had overgelaten. Ja. Heeft u later tegen de heer Wissemius gezegd, potverdorie, pak nou door. Dat doe je niet. Nou, we hebben dat half jaar niet meer. We hebben toen vooral nog de laatste strijd over het huurbeleid gevoerd. En toen was het kabinet was U bent toen niet meer op teruggekomen? Nee, dus 3 maanden. Dus kijk, hij zat toch in... Hij zat te kort, maar ik kan me voorstellen als je zegt, joh, pak dat stelsel aan. Hij doet het niet dat je zegt, van, joh, pak toch dat stelsel aan. Ja, maar dan, nee, dat klopt. Maar als je in augustus iemand nieuw is...
En de laatste, het verkiezingsreces begint ergens, pak een beet, in half oktober. Mm-hmm. Ja, dan zijn er, dan merk je niet meteen dat hij dat niet doet. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Achteraf wel, we ontmoeten elkaar nog wel eens met het... Achteraf? Mensen. Ja, maar in het begin hebben we het gedaan en tussendoor niet. En toen was het natuurlijk weg. Toen het kabinet demissionair is, dan kan je niet van een demissionaire minister... Okay. Kan je niet verwachten dat hij een wetsvoorstel in gaat dienen over het stelsel. En u noemde ook daarna nog eerder in dit gesprek, of dit voor, minister Vogelaar. Ja. Daar bent u ook langs geweest. Ja. Regelde het stelsel nou? Ja. En toen? Die zei, ik ben ermee bezig. En dat is, die hebben ook stappen gezet. Toen kwam het hele gedoe met Europa er nog tussendoor. Dat was ook een beetje een showstopper. Omdat we toen heel erg hadden over die doelgroep wel of niet. En hoe we dat dan in het wetsvoorstel moesten stoppen. Of dat een uniforme grens moest. En wij als Kamer zeiden van, je moet er niet een uniforme grens doen. Maar je kan in Amsterdam kan je met een hoger inkomen nog niet op de vrije markt terecht dan in Groningen. Dus daar wilden wij, is toen heel veel strijd nog geleverd met Den Haag. Of met Brussel. En zij was ook druk op dat moment met de wijkaanpak om die bijdrage van de coöperaties te regelen die niet goed geregeld was. Dus zij had stelsel had geen prioriteit. Het had wel prioriteit, je hebt dus hoogste prioriteit, hoge prioriteit en prioriteit. En dit was de hoogste prioriteit, was eerst die wijkaanpak. En het stelsel dat had wat prioriteit, maar dat was niet dat alles aan de kant ging voor het stelsel. Nee. En heeft u daar nog wat van gezegd van... beste minister, dit is toch ook belangrijk, dit moet bovenop. In al die gesprekken hebben we dat gezegd. En ook in die motie was natuurlijk, dat als vanuit notabene door... Ja, maar dat is niet Nick, als je als maar ze heeft niet geluisterd, nee. Misschien wel geluisterd, maar in ieder geval ook dat heeft niet... Ze heeft niet gedaan wat u wilde. Nee, het is in ieder geval niet gerealiseerd wat ik wilde. Ja, dat klopt. Maar het was al heel wat dat je als woordvoerder van de coalitiefractie, van de eigen minister dus min of meer in een kamerbrede motie gaat zeggen van, schiet nou eens op. Ja. Ik bedoel, dat doet hij ook niet elke dag volgens mij. Dus dat was wel een gegeven moment een punt. We hebben het nu over uw rol. Ja, weet ik. Ja, maar ik wil aangeven, niet zozeer dat het verwijt aan u, maar het geeft aan dat het niet zomaar iets is van... Het was wel degelijk een signaal, wat niet zomaar een signaal is. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. Niet dat niet te zeggen van dat u uw werk niet doet, maar meer van het zwaarte van het instrument. Uiteindelijk is er niks gebeurd, door minister. Nee, precies. Maar dat is ons de reden waarom we hier zitten. En daarna bij Van der Laan is het ook helder geweest. Dat hebben we ook elke keer gezegd, van dit moet opschieten. Want voor je het weet, die kamerbehandeling duurt 2 jaar... Dus voor je het weet bijna niet meer. En dan hebben we weer het verspeeld. Dus voor mij was het wel een van mijn grootste dingen die dat moest. Had Edes nog invloed op Kamerleden? Ja, natuurlijk. Wat u betreft. Hebben die ook een remmende werking gespeeld richting de Tweede Kamer? Ja, natuurlijk. Want die wilden een bepaalde kant op. En waren een aantal Kamerleden daarvoor gevoelig? Ja. In welke zin? Nou ja, dat de hele discussie hoe... Je wilt natuurlijk als Kamer met zo'n belangrijke branchevereniging voor zo'n belangrijk stelsel, wil je natuurlijk ook kijken hoe je die mee kan krijgen. En het had toch wel het feit dat, ja, in de zin dat aan de ene kant support voor het idee van de zelfregulering, maar aan de andere kant, maar op een gegeven moment werd langzaam wel steeds minder. Heeft u zich laten beïnvloeden, de Edes, wat dat betreft? Heeft u nog geprobeerd om ze erbij te houden? Natuurlijk heb je geprobeerd het bij te houden, maar niet dat ik ben altijd erg voor om de boel bij elkaar te houden. Maar in dit geval was het niet. Dat was niet onze grootste. Leo en ik waren. Wij ontmoeten elkaar regelmatig om een kopje koffie te drinken. Maar we hadden nog niet het idee dat we samen nou dezelfde kant. Het goede volksvestiging was ons gemeenschappelijk doel, maar de weg daar naartoe hadden wij duidelijk een andere route. Dus u trok zich uiteindelijk niets ervan aan. U bent ook niet geremd door Edes? Nee, hij trok zich ook niet zoveel van mij aan, maar ik ook niet van hem. Maar het heeft wel het proces mee geremd, want hij heeft mee dat rapport, commissie Meijering, al die commissies elke keer hebben natuurlijk wel mee geremd. En als er een sector was geweest die had gezegd van... Minister, gaan we door. Dit is de goede lijn die de Kamer en iedereen uitstelt. Wij doen mee, maar het kan niet snel genoeg. Had er wel geschild, want achter de schermen moeten er ambtelijk tussen Edes en Vroom ook elke keer natuurlijk onderhandeld worden over en uit. Hoe gaan we dan ministeriële regelingen en ANVB's zo maken? En op het moment dat de sector dan meeloopt, gaat het een stuk sneller dan dat er elke keer weer overleg gaande is van we zijn het niet meer eens, terwijl de minister natuurlijk toch met de sector eens wil worden. Wij onderzoeken hier de rol van de Kamer. Ja. Kunt u iets zeggen over de rest van de Kamer? Of Edes erin slaagde de rest te remmen? Nou, volgens mij... nee. Ik had niet het idee. Ja, bij het CDA in eerste instantie. Maar dat was ook... Dat vind ik eigenlijk heel gek, want ik zeg nu het CDA. Maar aan de andere kant was Bas-Jan van Bokhoven mijn partner in crime om dit snel voor elkaar te krijgen. Dus, maar hij had wel... In die zin had Edes wel invloed op zijn partij...
dat het maatschappelijk middenveld, toch eigenlijk met, het was niet voor niks dat wetsvoorstel van Niels Balien over de maatschappelijke onderneming, dat was eigenlijk min of meer de pennenvrucht van het gedachtegoed van meneer Van Leeuwen. En dat heeft ons wel geremd in, om steun te krijgen, om snel een tempo te krijgen in de steun van het CDA. Ja. Helder. En andere partijen, ja, kijk, de VVD had een helder profiel. Dat heeft u vanochtend van meneer Hofstra vastgenomen. Die sector moet kleiner. De sector is kleiner en de SP die speelde niet. Ja, die was vooral nog meer regeltjes. Terwijl uiteindelijk de essentie niet ging. Je kan nog meer regels maken. Dan gaan we dadelijk, dat risico lopen we dadelijk ook. Dat we nog meer regels gaan maken wat wel en niet mag. Maar als we falen in het toezicht, dan gaan we alleen maar meer regels overtreden. En bovendien heb ik geen vertrouwen in dat het in Den Haag precies gebeurt. Je moet echt lokaal zorgen dat daar iets verandert. Waren er andere redenen waarom de Kamer, waarom dit niet snel ging? Waren er mechanismes in de Kamer waardoor het niet lukte? We zoeken de rol van de Kamer. Kijk, de rol van de Kamer is gewoon traag als het om wetgeving gaat. Gewoon traag? Ja, wij zijn gewoon... als er een wet ligt, dan zijn wij 2 jaar bezig. En dan hebben we dan een schriftelijke ronde. Dus we hebben heel op het voordeel van onze aanpak is geweest, dat als die wet er eenmaal lag, normaal wacht je als Kamer op een wet, dan ligt die er. En dan ga je eens hoorzittingen houden, dan ga je eens een schriftelijke ronde doen, en dan ga je eens een keer in het algemeen debat, en dan komt hij pas en dan komt hij een keer als het goed is op de plenaire agenda wordt erover gestemd. Mm. Door onze aanpak hebben we juist al dat debat aan de voorkant gehad, waardoor als het wetsvoorstel er eenmaal lag, we niet allemaal weer nieuwe hoorzittingen en al dat soort dingen. Dus we zouden daarna wel tempo hebben gemaakt. Maar, we zijn te langzaam geweest. En het heeft ook te maken dat wij ook andere issues hadden. Namelijk het huurbeleid en de wijkaanpak hebben natuurlijk wel door ons debat heeft dat natuurlijk wel het ministerie van zijn werk afgehouden. Dat klopt. Maar ja, dat was ook onze taak. Dus als u op zoek gaat naar wat nou het mechanisme in de Tweede Kamer is, in dit specifieke geval is, waarom het daardoor langer heeft geduurd. Nee, u heeft er een aantal genoemd. Ja. U begon en verkiezingen helpen ook niet. Verkiezingen helpen ook niet. Verkiezingen. Democratie helpt sowieso niet. Jawel, daar moet u aan wennen. Maar verkiezingen helpen niet in de zin van, heb je als een dimissionaire periode, ligt de boel een beetje stil. Helder. U begon dit gesprek, of dit verhoor, met uw eigen rol over effectiviteit. Als we die vraag nu stellen van, hoe ziet u uw eigen rol en verantwoordelijkheid erin dat die wetgeving maar niet tot stand komt? Wat is dat uw antwoord? Nou, hetzelfde als waar ik mee begon. Maar ik ben als een van de woordvoerders, was het mijn taak om meerderheid te krijgen om het gedachtegoed wat voor mij een deel van deze problemen had kunnen voorkomen, als dat sneller geïmplementeerd was in wetgeving. En daar ben ik niet in geslaagd. Dus in die zin ben ik medeverantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Want als ik mijn werk goed had gedaan, of mis effectief was geweest, dan hadden we een andere koers ingeslagen. Dat is één. Als je vraagt wat is mijn verantwoordelijkheid, is dat hem. En daar staat naast dat ik wel qua ijver en vlijt score ik hoog, maar gezien wat er allemaal gebeurt, wat ik allemaal samen met anderen heb ingezet, maar qua resultaat is het toch onvoldoende, anders hadden we hier niet gezeten. Okay. Kijk naar de voorzitter. Ja. Dank meneer Mulder. Het woord is aan de heer Oskam. Ja, dank u wel voorzitter. Wat mij nog even triggerde is, eerder in het gesprek zei u dat u als wethouder van Eindhoven meer inzicht kreeg in de werkwijze van het Waarborgfonds dan als Kamerlid. En wil dan ook graag met u over de rol van de gemeente hebben. Ja. En de relatie tussen de gemeente en de corporaties. Want die staat al sinds de verzelfstandiging en de invoering van het BBSH in 93 ter discussie. Centraal in de relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties staan de bekende prestatieafspraken. In 2013 is daar een onderzoek naar geweest en blijkt dat in 51% van de prestatieafspraken dat die ook gerealiseerd zijn. Dat 66,6% van de corporaties afspraken heeft gemaakt, wat daar dan ook van terecht is gekomen. En dat er een stijgende lijn is in de afspraken, maar dat het nog steeds geen 100% is. Waaraan wijt u dat? Dat het zo moeilijk is om tot realiseerbare prestatieovereenkomsten te komen? Je hebt een deel ligt de oorzaak bij gemeente en een deel ligt de oorzaak bij woningcorporatie. Moet ik even stilzien hoe we het in Eindhoven doen. Wij doen 1 keer per jaar gaan we met een brede delegatie van met een paar wethouders en de directeuren van onze woningbouwcorporatie binnen de gemeente. Komen wij in het najaar bij elkaar 2 dagen om met elkaar van gedachten te wisselen. Wat zijn de grootste opgaven in deze stad vanuit het gebied van het wonen?
En dat is min of meer onze gemeenschappelijke basis, wat de gemeente gaat doen en wat de coöperatie gaat doen om de komende jaren de stad verder en vaart en volkeren op te stoten en te zorgen dat daar de sociale huisvesting op een goede manier plaatst en de leefbaarheid van buurten. Maar dan zie je, dan is het heel erg afspreken van intenties en dan maak je mooie prestatieovereenkomsten, maar die zijn eigenlijk niet echt smart. En terwijl de verhoudingen goed zijn, is dat toch, dus het is blijkbaar heel lastig om een afsprakencircus te maken, waardoor het echt de planning- en controlecyclus van een woningbouwcoöperatie en de prestatieafspraken ook echt aan elkaar verbonden zijn. Het is vaak het afspreken van intenties en eigenlijk zou het anders moeten, dat de woningbouwcoöperaties ook echt in een jaarplan, wat ze in juni al vast hebben, dat gewoon inbrengen bij ons en dat we daar een debat met elkaar over hebben en dan dus gewoon zeggen van eigenlijk per coöperatie dit gaan we leveren en dan hebben we in de jaarplancyclus van de gemeente, de begroting en dat soort dingen en van de coöperatie zou dat om elkaar afgestemd zijn. Dat het echt een serieus, niet alleen een intentieovereenkomst is, maar echt een serieus contract tussen de coöperatie en de gemeente. Wat doet de gemeente, wat doet de coöperatie en na een jaar rekenen we elkaar er weer op af. En zo zou het moeten gaan. Nou, dat vraagt wel iets van gemeenten, dan moet je namelijk een woonvisie hebben. Nou, een hele kleinere gemeentes die hebben daar heel veel capaciteit niet meer toe. Je moet een coöperatie hebben die dan ook netjes aan je vertelt wat hun financiële ruimte is. En je moet het in de cyclus mooi in laten passen. En dus ik geloof er wel in dat dat gaat werken. Oh ja, en je moet ander wat belangrijk is, als wij het onderling niet eens worden, dan kunnen wij heel lang blijven praten, maar de coöperatie kan zeggen van ik doe het niet en wij kunnen zeggen voor ons deel we doen het niet. Hè? Want de coöperatie kan van ons ook iets willen namelijk om dingen gerealiseerd te krijgen. Maar in Eindhoven hebben we dan wel nu per buurt hebben wij buurtcontracten waar we precies netjes afspreken wat wij doen, wat de coöperatie doet, wat de bewoners doen. Dus dat werkt dan wel. Maar als wij het er onderling niet eens worden, is er geen enkel instrument om hogerop te gaan. Ja, ik begreep sinds gisteren had ik kunnen piepen en dan was de minister uitgerukt. Maar wat beter zou zijn, is als er een soort, los van de doelmatigheid van het officiële toezicht, is dat er een soort arbitrage-instituut zou zijn van tussen de coöperaties en de gemeentes en de bewoners. Dat of de bewoners of de gemeente of de coöperatie kan zeggen van we komen er onderling niet uit. Doe een uitspraak over wie nou gelijk heeft, want dan kunnen we tenminste verder. Want dan wordt het allemaal wat minder vrijblijvend, wordt het weer smarter en gaan we ook, dan krijg je niet van die verlamming de padstellingen. Nee. Dat zou wat mij betreft. Zoals het nu verteld is het één op één heen. Eindhoven, de gemeente Eindhoven praat met de woningcorporatie die het aangaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat in de regio Eindhoven die woningcorporatie ook bij andere gemeenten actief is. Is er ook nog een soort multi-bijeenkomst met andere gemeenten? We hebben in onze regio we hebben het SRE, dat is zeg maar WGR Plus. Dus zeg maar de 21 gemeentes die gemeenschappelijke regeling hebben. En een van de onderdelen wat we doen is dan gemeenschappelijke woonvisie maken met van wat is de woonproductie en noodzakelijke bouwproductie, afspraken over huurbeleid, grondprijsbeleid, doen we op een iets grotere schaal als de gemeente. En op die manier is dat dan een gemeenschappelijke basis, zodat iedereen weet wat we met elkaar willen presteren. En dat is dan ook weer de basis voor onze afspraken met de woningbouwcoöperatie. Maar dat gebeurt voor mij niet zoveel plekken en het is ook de vraag, ik zou zeggen van wil het voor elkaar komen, dan moet je een iets strakkere woonvisie regionaal maken. Ik bedoel, wij hebben goede stappen gezet, het kost heel veel tijd om het eens te worden onderling, maar dan heb je wel een basis waarvan je verder kan. Ja. Ja, ander punt wat u noemde, zei u... Maar ik wil eigenlijk ook als gemeente, moet je ook zorgen dat... Dus ik vind het een voorwaarde, omdat wij als gemeente mogen klagen dat een coöperatie niet doet wat die doet, dan moeten wij wel een woonvisie hebben, want anders kan zo'n coöperatie weet ook niet waar die zich moet houden. Ja. Maar het moet niet zo zijn dat als bij ons, wij spreken nu geen zin heeft in een woonvisie, dat wij dan geen regionale woonvisie hebben en dat wij dan geen recht van spreken hebben om afspraken te maken. Dus je moet daar wel zorgen dat niet de hindermacht bij een gemeente zit die geen zin heeft. Okay. Over het arbitrageinstituut komen we zo nog te praten, want daar was u al mee in de weer toen u Kamerlid was. Ja. Even nog terug naar uw punt dat u zei van ja, het lukt vaak niet omdat er geen smart afspraken worden gemaakt. Als je allebei dezelfde informatie of als je allebei dezelfde visie hebt, dan zou je natuurlijk toch tot harde afspraken kunnen komen. Ja. Waarin zitten nou die belemmeringen? Wat mankeert er nou nog aan? Maar wat er maar mankeert is dat... Laatst heb ik in een commissie mogen zitten, dit keer samen met mevrouw Dekker, een commissie van de VNG, waar we juist een advies hebben gemaakt om precies dit fenomeen te voorkomen. Ook daar komen we nog op. Mevrouw Dekker, de commissie Dekkers had ik deze keer in, dat was een hele andere gewaarwording. En daar waren we het eigenlijk
die commissie heeft geprobeerd om heldere stappen te maken, zodat de planning en controlecyclus van de gemeente en van de woningbouwcorporatie op afgestemd worden. De informatie, ook de financiële reikwijd en de polstok van een woningbouwcorporatie ook bij de gemeente is en andersom, want die van ons is natuurlijk openbaar. En dat je dan zeg maar echt een heldere afspraken kan maken en niet vrijblijvend en de condities hebt gecreëerd wat een of de andere partij kan klagen als er niet tot afspraken gekomen kan worden. Dat is eigenlijk, dat moet gebeuren. Want anders, kijk, als het onderling goed gaat, zelfs bij ons in Eindhoven waar de verhoudingen goed zijn tussen de woningbouwcoöperatie en de gemeente, is het ons nog steeds. Maar er worden hele goede prestaties geleverd en soms worden er ook echt hele smart prestaties afgesproken. Maar eigenlijk hebben we onlangs met elkaar weer geconcludeerd, we zijn pas in december klaar met de prestatieafspraken. Voor het jaar erop, terwijl natuurlijk de planning en controlecyclus zowel van de gemeente als van de coöperatie eigenlijk al lang vast ligt. Ja. Dus we voor de lange termijn visie, daar is het heel effectief wat we doen, maar voor de gewoon de korte termijn prestatie niet. Ja. Nou hebben de meeste grote gemeenten wel een goede woonvisie of een duidelijke woonvisie. Maar hebben die gemeentes ook voldoende inzicht in de investeringsruimte van de corporaties? Dat is ook een van de elementen dat je hebt eigenlijk. Wij kunnen van alles wensen en dromen, maar het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoeveel geld ze hebben. En wat hun. Je verwacht ook van ze dat ze geld steken gewoon in het beheer en onderhoud. En je wil ook met elkaar. We hebben voor ons bepaalde afspraken rondom duurzaamheid. Heel veel investeren ze in energiebesparing. Ja. Je wil ook betaalbaarheid en je wil ook dat er in renovatie en nieuwbouw gestoken wordt en in leefbaarheid. Dus dat zijn natuurlijk toch, ja, elke euro kan je maar één keer uitgeven. Dat is eenvoudig, dat is die waarheid. Dus dan moet je van elkaar wel weten als gemeente en bewoners van, we kunnen dit allemaal wel willen, maar we moeten wel dan onze prioriteiten stellen. Dus we hebben deze keer hebben met elkaar afgesproken dat de huren heel erg, dus niet de ruimte, in Eindhoven hebben ze niet de ruimte gepakt van die extra huurverhoging voor inkomenshuren. En de meeste hebben gewoon inflatievolging gedaan. En dan weten we dat het effect heeft op de totale andere investeringsmogelijkheden. Maar dat zijn dan keuzes die je elkaar maakt. Maar dat kan alleen maar als je inzicht in de financiën hebt. En die hebben we niet. Dus je moet daarom in die planning en controlecyclus van de coöperatie, moet je ook die financiële investeringsruimte, wat eigenlijk al in het rapport van Konijn stond, van Driehoven stond in 2005, en al die rapporten terugkomt, dat er de gemeentes informatie moeten hebben over de investeringsruimte van een coöperatie, dat een basis, een voorwaarde is om tot serieuze afspraken te kunnen komen. Ja. Nou heeft u verschillende ministers mee gemaakt. Zegt u dan ook dat al die ministers zich niet voldoende hebben gedaan om die inzichten toch boven tafel te krijgen in de richting van de corporaties? Of? Het heeft lang geduurd, want iedereen, in het begin wilde men dat niet. Toen ging het heel erg, in 2002, 2006 ging het heel erg over de matching tussen corporaties, de rijke en arme corporaties en hoe je dat van de ene naar de andere doet. En nou, dat was de ene partij was voor minder vrijblijvendheid en de andere was voor vrijblijvendheid, maar wilde wel allemaal die informatievoorziening hebben. En uiteindelijk is daar toen het Centraal Fonds mee begonnen met die A, B, C corporaties. En de C corporatie die was nogal een ruim en de slappe was en een A niet. Ja. Dus je wist als je een gemeente had die in de C had, dan kon je wel wat vragen. Maar de volgende stap door het echt gewoon specifiek te hebben, dat was onderdeel van die hele nieuwe wetgeving zijn. Dat heeft zowel in het voorstel van der Laan zat dat in, als voor mij nu ook. Dus dat was al langer de bedoeling. Dus we hebben het al die tijd met A, B, C moeten doen. Ja. En dat gaf wel meer inzicht? Gaf meer inzicht en dus voor woningbouwcoöperaties, of voor gemeentes ook een makkelijker idee om te zeggen van ja, beste collega, u zegt dat het niet kan, maar laat u nog maar zien dat u het niet kan. Maar je moet dan ook bedenken dat, en dat is een andere belemmering, en dat moet de zelfbewustzijn bij wethouders moet ook omhoog. Ja. Want wat natuurlijk vaak is dat woningbouwcoöperaties soms, bij ons in de stad, de helft van de woningen zijn zij de huisbaas van. En een belangrijke investerende partij. Ja. En in een hele kleinere gemeente was het ook nog zo dat de woningbouwcoöperatie directeur dan mooie woonzorgcomplexen kon bouwen. En dat was natuurlijk, vond de wethouder geweldig. En dan ga je niet de dag daarna weer klagen van ja, maar we willen dat en dat en dat ook nog. Dus we moeten in de een belangrijke voorwaarde is ook dat wethouders zelf bewuster worden, dat ze namens hun inwoners ook die woningbouwcoöperaties moeten kunnen aanspreken. En dan moeten we gewoon over en weer, moeten we daar niet zo moeilijk over doen. En die woningbouwcoöperatie moet ook ons aan kunnen spreken als gemeente, dat wij dan in de openbare ruimte dat soort dingen ons werk doen. Ja, maar dat zit er vooral in de attitude dan. Ja, dat kan je niet in regelgeving regelen. Nou, sinds 2000 wordt al gesproken over verplichte contracten tussen gemeentes en corporaties. En ook, wat u zelf al noemde, de geschillenbeslechting. Dan komt de commissie De Boer. Die wordt door minister Dekker in het leven geroepen. En die wordt dan die adviseert dan om contracterings- en activiteringsinstituut in te stellen. Het zogenaamde CAI. Maar minister Dekker die volgt dat advies niet op.
En dan volgt een debat met de minister. En dan komt u met uw arbitrage-instituut en dan vraagt u aan de minister om dat verder uit te werken. Ja. Had u veel steun in de Kamer van collega-woordvoerders? In het begin nog niet. Maar uiteindelijk is het... want toen voor mij was dag, ik weet niet meneer, of toen Bas-Jan van Bokhoven en ik het toen al eens... Jawel, voor mij was het CDA daar toen ook wel voor. Alleen dan was de vraag of het vanuit de overheidswegen opgelegd moest worden, dan wel dat de sector het zelf moet, met de gemeente moet regelen. Maar dan moet u daar aan meneer van Bokhoven vragen. En dat heeft een tijdje geduurd. Ja. Want aan de ene kant had je partijen die hadden zoiets van arbitrage, de overheid moet het gewoon doen. En de andere had zoiets van zelfstandige ondernemers, dus waar bemoeit de overheid zich tegenaan? Dus, maar langzaam en zeker hebben we daar wel de handen voor elkaar gekregen. Dat dat een belangrijk instrument is om op een gegeven moment... want kijk, in die end als gemeentes en corporaties, die moeten met z'n tweeën doen, met de samenhuurders. En dan moet je mechanismen zitten te bedenken dat, dat die met z'n drieën eruit komen. En dan zo'n arbitrage-instituut kan dat heel erg versterken. En dat heeft een tijdje... Ja. Dat heeft wel, ik heb het consequent hebben we het elke keer volgehouden. En ook in het rapport van de commissie Dekker van afgelopen zomer zat het ook weer in. Okay. Maar mijn vraag was meer gericht op welke partijen meededen. U noemde het CDA. Welke nog meer? Ja, dat klinkt... Ik was heel erg in die tijd... Ik weet niet, D60 deed meestal niet mee in die tijd over dit debat. Maar goed, die waren ook maar z'n vieren, dus daar kan je ook niet... Hofstra die had er gewoon maar niet zoveel mee. En... SP weet ik niet meer wat die vond. Weet ik niet. Nee. Wat een beetje de rode lijn is in dit hele verhaal, is dat minister Dekker eigenlijk niet meer verplichting wilde in de relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties. Dat herkent u ook? Ja. En waarom was dat? Wat was haar visie daarop? Nee, voor mij is dat de kern weer van... zij vond het zelfstandige ondernemingen. En dan is het heel gek dat een gemeente... als gelijkwaardige partij. Zij wilden wel dat ze gedwongen waren met elkaar te overleggen. Maar in die end vond zij de woningbouwcorporaties verantwoordelijk. En ik zat meer op de lijn van, je hebt die driehoek, huurders, corporaties en gemeente. Die moeten met z'n drieën tot elkaar veroordeeld zijn. Dat is ook de reden waarom ik tegen al die grote schaalvergroting was. En je moet zorgen dat die met elkaar afspraken maken. En dat werkt alleen maar als een van de partijen ook een stapje hoger kan gaan als hij ontevreden is. En dan kan je wel zeggen, dan moet je naar de minister, maar je gaat niet meer, als wij het oneens zijn of er nou een voorziening van dak- en thuislozen moet komen, ja of nee, en ik ga dan naar de minister, ja, die minister gaat natuurlijk zich niet mengen in of er een dak- en thuislozen opvang in Eindhoven moet komen, dan moet je echt onderling regelen. Dus dan kan je beter, daar geloof ik dan wel in, als je dan een bindende arbitrage kan doen, en als dan blijkt dat je er daar iemand, een van de partijen zich er niet aan houdt, ja, dan kan wel alsnog de minister ingrijpen, maar niet piepen. Met, ja, dan gaan we piepen. Dan gaat het piepsysteem. Het piepsysteem was er, alleen gisteren. Ja. Goed, nou u noemde het zelf al. U zat op een gegeven moment in de VNG-commissie met mevrouw Dekker. Zij was voorzitter. En die hebben rapporten uitgebracht over de samenwerking tussen gemeenten en corporaties. En dat heeft de veelzeggende titel: Gemeenten en corporaties, de vrijblijvendheid voorbij, wederkerig en verplichtend. Nou, het kan verkeren in de politiek, zullen we dan maar zeggen. En een van de conclusies is dat er meer verplichting moet komen in die relatie. En daar... Tegenover staat dan dat er geen doorzettingsmacht voor gemeenten wordt voorgesteld. Waarom eigenlijk niet? Nou, en dat was ook iets, dat was zeg maar wat mijn partij wilde dat wel altijd. Ja. Ik zelf was er al eerder van af, omdat je hebt namelijk toezicht en prestatiesafspraken maken. Als ik jou met jouw afspraken, prestatieafspraken moet maken wat wij met elkaar gaan doen en wat ik ga doen, wat jij gaat doen. En tegelijkertijd ben ik jouw toezichthouder. Dan gaat het toch heel erg verwarrend worden. Want hoezo zijn wij dan... hoe noem je dat? Zijn wij dan... Daar ben ik gewoon jouw opdrachtgever. Ja. En de verhouding is... je kan zeggen van het is jammer dat de gemeentes niet... Dat de woningbouwcorporaties geen gewone uitvoeringsdiensten van gemeentes zijn. Nou, we hebben ook voorbeelden gezien van woningbouwcorporaties en gemeentebedrijven dat het niet meteen goed gaat. Bovendien is dat... Ja, bedoel, om het weer allemaal te onteigenen naar de gemeente lijkt me ook niet... als je het hebt over tempo maken naar een nieuw stelsel... is dat in ieder geval geen tempoversneller als je dat voorstelt. Dus het is heel erg belangrijk dat woningbouwcorporaties... en niet onder de gemeente uit kunnen gaan als het om prestaties gaat... maar dat er een derde partij is, namelijk in dit geval het Rijk, die toezicht houdt. Dus dan is de gemeente niet de baas van een woningbouwcorporatie... maar die wil afspraken maken. En als de woningbouwcorporatie geen goede argumenten heeft...
om die afspraken niet te willen maken. Dan ga je naar de arbitrage en dan ga je naar hoger hand. Dat is eigenlijk, dat is ook voor mij, gaat het ordentelijk moet het lopen. Want als het, wij gewoon de baas worden van de woningbouwcorporatie, dan moet je het echt anders regelen. Dan moet het gewoon weer een uitvoeringsdienst van de gemeente worden. Ja. Nou, dus ruim 10 jaar gesproken over die meer verplichting tussen de gemeente en de corporaties. Er is heel veel beweging geweest, maar uiteindelijk heeft het nog niet tot vaste verplichtingen geleid. Nou, er is wel één winst geboekt, want toen wij begonnen was voor mij het aantal prestatieafspraken lag nog onder de 25, maar rond de 30%. En u citeert net dat het al bij de 60% is. Ja. Dus er is dus wel beweging, maar nog niet goed genoeg. Nee. Nou komt de herzieningswet, die gaat er komen of niet komen. Maar als die van kracht wordt, dan is dat wel geregeld. Hoe ziet u die ontwikkeling? Ik heb die herzieningswet nog niet gelezen. En ik weet niet in hoeverre ze het advies van de VNG helemaal over hebben genomen van mijn commissie. Dat weet ik niet. Dus ik weet niet of daar nou, wat ik wel zag, dat er... Maar als ik u zegt dat als het doorgaat dat die verplichting daar wel komt... Daar ben ik blij mee. Hetzelfde wat ik ook blij mee met erin staat... dat uiteindelijk als ultimum remedium het Rijk als toezichthouder de Raad van Commissarissen naar huis kan sturen, ben ik ook blij mee. Ja. Ik ben wat minder blij over de taakdefinitie, maar dat is dan meer een ideologisch verschil van opvatting. En ik ben minder blij met dat de minister het hele toezicht naar zich toe haalt. En daar heb ik niet zoveel, maar goed, dat komt dan, daar heb ik minder vertrouwen in. Ik heb liever een onafhankelijke woonautoriteit die door kan bijten, dan uiteindelijk een minister die... ook in allerlei bestuurlijke trajecten terecht kan komen... waardoor die minder snel goed toezicht houdt. Ja. Oké, dank u wel. Voorzitter. Meneer Oskam, dank. Eens even de microfoon uitzetten. En over het wetsvoorstel, wat ik heel erg belangrijk vind... is dat we op moeten passen... maar dat we langs het dysfunctioneren en het mismanagement... en fraude en dat soort dingen, dat we dat op gaan lossen... door het speelveld heel erg klein te maken. Want ook een deel van de fraude bij PSW in Rotterdam... had niks met leefbaarheid te maken. Had gewoon met gewoon bouwen en huren van woningen... en fraude ermee te maken. Dus je moet... Maar kijk, dat zijn nu typische zaken die onze commissie zeer breed onderzoekt. We kijken naar het hele stelsel. Alles wat zich voordoet. Niet één kolk, alleen maar incidenten. Er komt een gedegen totaalbeeld. Dus ik zou zeggen, maak je zich daar zeker geen zorgen over. Nee, maar ik snap dat ik natuurlijk graag elke gelegenheid aanwend... omdat we al 10 jaar lang proberen mijn zin te krijgen. Dat ik denk van... Duidelijk aan u. Ik heb nog één afrondende vraag. U had het net over arbitrage. Dat was uw ding. En mediation, minister Dekker. Wat is het verschil in uw optiek? Tussen arbitrage en mediation? Ja, mediation is gewoon, dan moeten wij eruit komen als die mediator helpt ons. Maar op het moment dat wij het niet eens worden, dan kan die mediator gaat op een gegeven moment naar huis. Mm-hmm. En arbitrage betekent zoveel als op een gegeven moment wij het niet eens worden, dat op een gegeven moment dan een uitspraak komt en dan moeten we ons bij neerleggen. Duidelijk. We zijn toe aan de lunch. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel, meneer Plaat.